Goedemiddag. Volgens mij heeft iedereen zijn plaatsen ingenomen. Ik zou graag iedereen van harte welkom willen heten op deze deskundige bijeenkomst. Deskundige bijeenkomst bezuinigingen op de rechtshulp en toegang tot de rechter. Een bijeenkomst die voortvloeit uit een motie Cox, die is aangenomen tijdens de algemene politieke beschouwingen van 14 oktober jongstleden. En het onderwerp is niet voor de eerste keer dat wij dat hier vandaag met u willen bespreken. Dat hebben we al vaker gedaan. We hebben hier een debat en een deskundige bijeenkomst staat van de rechtsstaat gehad. Tijdens de algemene politieke beschouwingen is een kamerbrede motie aangenomen, waardoor je kan zeggen, althans dat is mijn interpretatie, dat het onderwerp niet langer een feestje is van de Veiligheids- en Justitiecommissie, maar kamerbreed. En ik wil alle, volgens mij ben ik niet helemaal goed, steeds hoorbaar, toch wel? Ja. Ik wil alle aanwezigen heel graag van harte welkom heten. Niet alleen de sprekers, maar ook alle belangstellenden. En namens alle Kamerleden bij voorbaat dank voor uw voorbereiding, uw visie die u voorafgaand aan deze bijeenkomst op papier hebt gezet en uw bijdrage aan deze bijeenkomst. Ik moet ook bij voorbaat, dat moet ik niet vergeten, de heer Franken verontschuldigen. Hij gaat om 6 uur weg naar een vliegtuig, want hij moet morgen op tijd in Straatsburg zijn om namens de parlementaire assemblée de paus te verwelkomen. En daarnaast moet ik ook bij voorbaat meneer Barkhuizen reeds verontschuldigen. U moet op tijd vanmiddag weer op een andere plek zijn en u zult ook na het tweede blok deze bijeenkomst verlaten. Zoals ik al zei, het blok of de bijeenkomst is ingedeeld in 3 blokken. Waarbij de heer Barkhuizen een soort monopolie heeft op het eerste blok. Hij krijgt ook 2 keer zoveel tijd als de andere deelnemers. Maar hij vertegenwoordigt niet een organisatie. U spreekt als deskundige en op persoonlijke titel. Mocht u zich afvragen wie zit er naast meneer Barkhuizen, dat is mevrouw Klaasens. Zij is medewerkster van meneer Barkhuizen en zal op onderdelen meneer Barkhuizen waar nodig aanvullen. Wij blijven compleet in de informatievoorziening op deze manier. Ik zou graag meneer Barkhuizen als eerste het woord willen geven. U krijgt 10 minuten van mij, maar ook echt niet meer. Waarna de leden gelegenheid hebben om ook gedurende 10 minuten vragen te stellen. Mag ik u het woord geven? Zeker. Goed, dank voorzitter. Mijn uitstapje is niet naar Straatsburg, niet naar de paus, maar naar Bilthoven. Verschil moet er zijn. Ik hoop natuurlijk wel dat er enigszins iets van een pauselijke zegen op deze bijeenkomst rust. Ik wil eigenlijk 2 blokjes doen qua observaties. Een eerste blok is toch belangrijk. Wat is nou het juridisch kader waarbinnen toegang tot de rechter moet worden georganiseerd in Nederland? En het belangrijkste is daar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De belangrijkste toetssteen. Het tweede blok zou zijn de maatregelen zoals ze er nu liggen. Is voorzichtig leggen naast dat kader. Wat voor beeld levert dat dan op? Eerste blok. Ik zei al, het recht op toegang tot de rechter is internationaal grondrechtelijk gefundeerd in artikel 6 EVRM, een aantal andere verdragen. En wat belangrijk is om vast te stellen dat een minimum vereist is. Als we de discussie volgen in de Kamerstukken, dan lijkt het alsof daarop gevaren moet worden, op wat artikel 6 eist van Nederland. Terwijl je eigenlijk, zeker voor een land als Nederland met toch een goede traditie op het gebied van de rechtsstaat, zou verwachten dat je eigenlijk iets boven dat artikel 6 EVRM minimum zou willen gaan zitten. Dat is een eerste observatie. De discussie gaat heel erg over, halen we de eis van artikel 6 EVRM? Maar dat is wat mij betreft niet de goede discussie. De discussie is wat een adequaat stelsel van toegang tot de rechter in Nederland is, los van die minimum eisen van het EVRM. Nou, wat houdt het recht op toegang tot de rechter dan in? Er is heel veel jurisprudentie over. Kort en goed, die toegang moet er daadwerkelijk zijn, die moet effectief zijn. Er valt een aantal onderdelen valt dat uiteen. Het eerste is dat je, als je een geschil hebt over vermogensrechten, of als je wordt geconfronteerd met een strafvervolging, dan moet je daarvoor toegang kunnen krijgen tot de onafhankelijke, onpartijdige rechter.
En elk individu heeft in dat kader recht op een eerlijke en gelijke behandeling van zijn zaak. En gelijk, dat is ook wel van belang om even te benadrukken, betekent ook dat je sommige ongelijkheden moet compenseren. Dus waar partijen uit zichzelf niet in staat zijn om adequaat zich te verdedigen in een proces, dan moet daar een compensatie plaatsvinden. En dat had ook verband met het volgende vereist, en dat is ook een belangrijk onderdeel van de ANVB's en formele wetten die hier vandaag aan de orde zijn, namelijk dat in voorkomende gevallen, dat artikel 6 EVRM, de staat ook verplicht om te voorzien in gefinancierde rechtsbijstand. En in dat kader, vierde punt, de staat ook moet voorzien in een stelsel waarbij advocaten ook van een voldoende kwalitatief niveau beschikbaar zijn. En dat is nog wel even iets om te benadrukken. Niet alleen maar moet er een systeem zijn dat er financiering is, maar je moet het wel zo inrichten dat er ook nog advocaten zijn die bereid zijn om onder die omstandigheden beschikbaar te zijn voor cliënten. En dat betekent wel iets voor de vergoedingen die in dat kader aan de orde moeten zijn. Nou, beperkingen zijn natuurlijk toegestaan. Geen twijfel over mogelijk. Je mag griffierechten heffen. Je mag ook termijnen stellen waarbinnen je naar de rechter moet stoppen. Maar die beperkingen moeten wel een aantal voorwaarden voldoen. En de kern die steeds terugkomt in de jurisprudentie is dat de essentie van het recht op toegang tot de rechter niet mag worden aangetast. Dat is echt een soort minimum waar je niet doorheen mag zakken. Verder moet de beperking een gerechtvaardigd doel dienen. Dat komt u waarschijnlijk bekend voor. En tenslotte moet die beperking ook evenredig en proportioneel zijn. Dus het mag niet zo zijn dat bepaalde individuen als gevolg van zo'n beperking echt onevenredig worden geraakt. En als je dan naar de jurisprudentie uit Straatsburg gaat kijken, zie je een aantal gezichtspunten die misschien nog wel aardig zijn om nog even te delen hier. Gezichtspunt 1 is dat er onder omstandigheden dus een mogelijkheid moet zijn dat er van staatsweg gefinancierde rechtsbijstand is. Met andere woorden, er moet gekeken worden of een rechtszoekende al dan niet zelf in staat is om te voorzien in de rechtsbijstand door zelf te betalen of dat er een hulp van de staat nodig is. Ander punt dat in de jurisprudentie steeds terugkomt, is het belang van de rechtszoekende. Dus als dat belang groot is, ja, dan heb je als staat ook weer een stapje extra te zetten als het gaat om het verlenen van toegang tot de rechter. Kans op succes, hè, ook als we naar de stukken kijken die hier aan de orde zijn, zie je dat er erg wordt gekeken, ook vanuit de poortwachtersfunctie, wat voor een kans op succes heeft nou zo'n zaak? En dat is medebeslissend voor de vraag of er al dan niet een toevoeging wordt verleend. Nou, die kans op succes is inderdaad een gezichtspunt in de Straatsburgse jurisprudentie, maar een ondergeschikt gezichtspunt. Ondergeschikt. En wat heel belangrijk is dan, daar kom ik nog even op terug, is dat ook de vraag wie bepaalt dan of een zaak voldoende kans op succes heeft om een toevoeging te verlenen. En de Straatsburgse jurisprudentie laat daar toch zien dat het niet de bedoeling is dat dan, als we het even naar Nederland vertalen, het juridisch loket daar een beslissing over neemt, maar dat dat een beslissing moet zijn die toch bij de rechter uiteindelijk ligt. Nou, dan mag er meewegen de verhouding tussen de kosten van de procedure aan de ene kant en de schadevergoeding waar het in concrete zaken om zou kunnen gaan. Ook mag meewegen de mate van complexiteit van de toepasselijke wetgeving in een zaak. Ook allemaal gezichtspunten bij de vraag van in hoeverre moet je nou als staat die toegang tot de rechter faciliteren. Nou, sluitsteen is dan steeds, en dat is wel van belang als je over een nieuw stelsel debatteert, dat stelsel voldoende ruimte moet laten voor een toetsing op individueel niveau. Dus je kan een heel mooi abstract systeem hebben, maar uiteindelijk moet je aan het einde van de rit, moet het stelsel ruimte laten om, hoewel je misschien op grond van de algemene criteria iemand geen toevoeging zou moeten geven, dat je toch moet zeggen, in dit specifieke geval, let op die specifieke omstandigheden wel. Nou, maar dat is een beetje het kader, denk ik toch? Hè? Nou, dan kijken we eens even naar dat kader en dat in het licht van de voorstel die er liggen voor de stelselvernieuwing. En ook mede het licht van de verhoging van die griffierechten. Nou, ik denk dat je kunt vaststellen dat de plannen zoals ze er liggen, en dat wordt ook erkend in de stukken die de regering geproduceerd heeft, een nadelig invloed heeft op die toegang. De toegang tot de rechter wordt, ja, daar worden wat extra blokkades voor naar voren gebracht. En de vraag is dan, is die beperking gerechtvaardigd? En misschien moet ik dat nog twee dingen vooraf zeggen. Het eerste is natuurlijk dat er een beetje de suggestie van uitgaat dat die toegang tot de rechter nu eigenlijk wat te ruim zou zijn. Hè? Want waarom zou je anders terug gaan snoeien? Nou, onderzoek laat zien dat de huidige regeling eigenlijk ook al tot problemen leidt. Dus je gaat eigenlijk nog een keer een stapje verder. Vraag is of je dat moet willen. Tweede punt dat ik vooraf wil naar voren brengen is dat je, als je gaat kijken, is een beperking gerechtvaardigd, dat je ook moet kunnen aantonen dat er geen onevenredige, disproportionele effecten zijn. Als ik naar de stukken kijk tot nu toe, ontbreekt daar toch
naar mijn mening, nog te veel een onderzoek, een onafhankelijk onderzoek, waarmee die effecten in kaart worden gebracht. Wat weten we nou hoe dit gaat uitpakken? Weten we of er vraaguitval gaat plaatsvinden? Weten we of er bepaalde groepen al dan niet zullen afzien van een gang naar de rechter, waar ze eigenlijk een goede zaak hebben, omdat hun procesrisico te groot is? Ik denk eigenlijk voor een toetsing in de Eerste Kamer is dat wel een heel belangrijke vraag van wat zijn de effecten, ten meer omdat dat ook direct met de rechtmatigheid van de wetsvoorstel te maken heeft. Als je niet goed kunt voorspellen, als je niet precies weet wat de effecten zijn, dan kan je juist in het kader van die toetsing aan het recht doen op de rechter, moet je echt een pas op de plaats maken. Aantal signaleringen verder nog. Ik denk, naar de jurisprudentie kijken, maar ook naar mijn uitgangspunt vooraf. Je moet niet op een minimum willen zitten. Je moet in Nederland de rechtsstaat voldoende bedelen, los van artikel 6 EVRM. Dat we eigenlijk zo langzamerhand wel een heel kritisch omslagpunt zijn genaderd. Waarbij je eigenlijk moet zeggen van, ja, nu zakt Nederland eigenlijk door het ijs. Zeker als je kijkt EVRM minimum eisen. En ik vind eigenlijk dat je moet oriënteren op een eigen visie, een eigen rechtsstaatelijke invulling van toegang tot de rechter, waarbij je gewoon niet dat minimum moet opzoeken. En dat gebeurt in Nederland nu te veel met de wetsvoorstellen die er nu liggen. Nou, dat heeft ook te maken met het feit dat bezuinigingen in de strafrechtelijke jurisprudentie niet zonder meer als een gerechtvaardigd doel kunnen worden gekwalificeerd. En ja, vergelijken we nu de voorstellen zoals ze een jaar geleden op tafel lagen en zoals ze nu op tafel liggen, dan zie je dat er in de toelichting natuurlijk wel nog een doel bij is gekomen, een stelselvernieuwing, een nieuwe blik op hoe je toegang tot de rechter moet vormgeven. Maar als je het helemaal tot de bodem terugredeneert, is het op de kippen beschouwd natuurlijk een bezuinigingsmaatregel. En daar wordt vanuit Straatsburgs perspectief kritisch naar gekeken. Derde punt, kijk naar de maatregelen in onderling verband. Kijk naar het stapelingseffect. We hebben de afgelopen jaren steeds kleine hapjes gezien, de verhoogde griffierechten, andere drempels die ingebouwd zijn. En wat er nu op tafel ligt, komt er nog een keer bovenop. Beschouw dat in onderling verband. Minder personen zullen als gevolg van de voorstellen die nu op tafel liggen, door die selectie in de poort komen. Geldt een strenger noodzakelijkheidscriterium. En verder, voor zover ze wel in aanmerking komen voor toegang, voor een toevoeging, geldt er een hogere eigen bijdrage, gelden hogere griffierechten en geldt ook dat de vergoeding voor die werkzaamheden van de advocaten lager is. En als je dat relateert aan de eisen van artikel 6 EVRM, dan kom je op een kritisch punt. Nou, afsluitend. Waarborgen zijn dus nodig. Als we op dit pad door zouden willen gaan, moeten er meer waarborgen komen dat er mensen niet door het ijs zakken. En een kritisch punt vind ik dat in de voorstellen zoals ze er nu liggen, voor de poortwachters is gekozen om niet advocaten in die positie te brengen, mensen van het juridisch loket. Terwijl als je naar de Straatsburg jurisprudentie kijkt, de zaak Aarts tegen België bijvoorbeeld, zie je dat daar toch heel kritisch tegenaan wordt gekeken. Die beslissing moet bij de rechter liggen. Ja, wordt er dan gezegd in de toelichting, er is bezwaar, beroep en een voorlopige voorziening. Maar moet je nou van deze kwetsbare mensen vragen dat ze moeten gaan procederen om te kunnen gaan procederen? Het gaat om kwetsbare groepen. En dat is iets waar ik wel echt een groot probleem in zie. Dan, voorlaatste punt. Verder risico op kwaliteitskaalslag sociale advocatuur. We zien de afgelopen jaren al een uitstroom van goede advocaten uit die groep. Ja, wat blijft er over? Is dat de advocaat die we willen hebben voor deze zaken? Wordt daarmee voldaan aan de eisen die gelden? Allemaal vragen die je kunt stellen. En een laatste punt is, een groot percentage van de zaken waarover wordt geprocedeerd met een toevoeging is juist gericht tegen de overheid. Strafzaken, sociale zekerheidszaken. Ja, en dat betekent dat je als overheid in het kader van checks en balances, in het kader van de rechtsstaat, juist heel voorzichtig moet zijn met het verder afknijpen van de toegang, juist in zaken die tegen de overheid zijn gericht. Dank u wel. Heel hartelijk dank, meneer Barkhuizen, voor uw visie, uw uitleg van artikel 6 van het EVRM nog een keertje. En uw zorgen die u op dit punt heeft en die volgens mij door meer leden van deze Kamer gedeeld worden. Wie mag ik het woord geven om vragen te stellen aan meneer Barkhuizen? Ik heb net niet een rondje gemaakt om u even te introduceren. En ik zou willen vragen, als u een vraag stelt, om even aan te geven wie u bent en van welke fractie. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Scholten. Als het goed is, doet die microfoon op uw tafel het ook. Ja. Oké, dank. Mijn naam is Marijke Scholten. Ik ben lid van de fractie van D66 hier. Ik hoop dat ik het allemaal goed formuleer.
Dank voor uw uitvoerige bijdrage. En het is prettig om weer even al die punten die van belang zijn, om die nou weer prettig op papier te hebben. Als ik goed beluister, dan denk ik, we hebben eigenlijk te weinig concreet gegevens om al die punten goed te weten en goed te pareren richting de regering. En dan vraag ik me af, hoe kunnen we dat materiaal beter tot stand brengen? En dan zou ik denken, dan hebben we gewoon een heel gedegen onderzoek nodig. Een gedegen onderzoek naar uitval, vraaguitval als gevolg van deze maatregelen. Vraaguitval als gevolg van verhoging griffierechten. Als gevolg van het nu alweer terugvallen van gefinancierde rechtsbijstandadvocaten. Dus de Prodeo-advocaten. Daar zouden we een heel goed onderzoek naar moeten hebben. Hoe zouden we dat in kaart moeten brengen? Dat is maar eventjes mijn beetje abstracte, maar toch wel misschien wel ingewikkelde vraag. Ja. Meneer Barkhuizen. Ja, zeker. Mevrouw Scholten, dat was zeker een ingewikkelde vraag. En misschien is het ook wel een beetje creatief denkend. Misschien moeten we de zaak ook wel omdraaien. Misschien moet het ook wel zo gepresenteerd worden als de regering doet een voorstel waarmee een grondrecht wordt beperkt, namelijk toegang tot de rechter. En het is vervolgens ook aan de regering om aan te tonen dat daarmee geen disproportionele effecten zijn gemoeid. Met andere woorden, dat was mijn kritiek ook op de voorstellen die er nu liggen. Daar ontbreekt eigenlijk wat mij betreft de onderbouwing, het aantonen van het feit dat hierdoor geen mensen door het ijs gaan zakken. En het zou misschien het licht op de weg van de regering die de voorstellen doet, om wel met dat onderzoek te komen, naar die vraaguitval, ook met een onderzoek te komen naar hoeveel sociale advocaten zijn blijven bereid om onder deze omstandigheden, tegen deze vergoedingen, nog deze zaken te blijven doen. Dat kan onderzocht worden. Dan zou ik niet de juiste persoon zijn als jurist. Maar dan moet je een samenwerkingsteam maken met juristen en meer empirici. Die dat prima zouden kunnen onderzoeken. Maar dat is niet gebeurd. En daar richt ik mijn kritiek zich met name op. Dat, ja. Helder, dank u wel. Sorry, mevrouw Scholten. Eén korte vraag nog. Want er zijn meer. Sorry, dank. Het punt is dat ook bij gebrek aan onderbouwing, althans dat is mijn ervaring, de maatregelen die vaak alleen maar een bezuinigingsdoel hebben, dan toch hier worden aangenomen. Ook zonder dat daar een voldoende onderzoek naar is gedaan naar de effecten daarvan. Dus het blijft heel lastig. Ja, ik herken de politieke realiteit in Nederland. Dat is ook zeker waar. Maar ik zou toch wel zeer hopen dat juist in de Eerste Kamer, omdat we het hier over een punt van rechtmatigheid ook hebben, en misschien ook wel doelmatigheid, maar met name rechtmatigheid, op dat punt de regering kritisch benaderd blijft worden. En als dat niet gebeurt, ja, dan zitten hier ook genoeg mensen vanuit de rechterlijke macht in de zaal. Kijk, dan denk ik dat er vervolgens ook aan de rechter is om eventueel in concrete zaken een correctie te doen. We hebben de afgelopen periode ook wel gezien dat al gebeurde bij de griffierechten. Die afgelopen jaar ook verhoogd zijn, waarbij je verschillende rechtelijke colleges ook gezien hebt die juist op grond van artikel 6 EVRM dan een hardheidsclausule gaan inlezen in de regelingen. En ik vind dat, als ik daar kritisch over mag zijn, toch in dit huis, eigenlijk jammer dat de rechter dat moet doen en dat politiek dat niet bij voorbaat verzekerd heeft. Want dat is wel de taak in Nederland van de Eerste en Tweede Kamer samen om wetgeving te maken die bij voorbaat aan die grondrechten voldoet. En eigenlijk is de rechter die moet corrigeren, is al een klein beetje in failliet van de politiek op dat punt. Goed, mevrouw Strik, u had ook een vraag. Ja, dank u wel. Bettineke Strik van de GroenLinks-fractie. Heel hartelijk dank voor uw betoog. Ik heb een vraag over het juridisch kader, omdat het u voor ons schetst. Hè. Ik deel uw mening dat het gaat om minimum waarborgen van het EVRM. En mijn vraag is eigenlijk van, de laatste jaren zijn steeds meer onderdelen van de rechtsterreinen ook onder de rijkwijde van het unierecht gebracht. Zitten daar nog, vloeien daar nog speciale waarborgen uit voort die misschien soms verder gaan dan het EVRM, misschien het handvest of de unierechtelijke beginselen? Of, nou ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Interessante vraag, ook een hele goede terechte vraag. We hadden van tevoren bij de voorbereiding, Magdalene en ik, nog veel meer artikelen en jurisprudentie opgenoemd, maar je moet 10 minuten een beetje samenballen. Maar ik denk inderdaad dat je kunt zeggen dat met name met de inwerkingtreding van het EU-grondrechtenhandvest, artikel 47, dat weer voortbouwt op de unierechtelijke beginselen. Ook dat recht op toegang tot de rechter in het kader van het unierecht verzekerd is en ook gecodificeerd is. En het interessante is nu, en daar gaat het Luxemburgse Hof, dat eigenlijk toezicht houdt op die unieverdragen, misschien wel een stapje verder dan het Straatsburgse Hof, daar waar de jurisprudentie is
waar eigenlijk naar voren komt dat je in die zin toegang tot de rechter moet verzekeren en een effectieve toegang tot de rechter moet verzekeren, dat ook het procesrisico niet zo groot mag zijn dat daardoor mensen afzien van een procedure. Dan kennen we jurisprudentie van in het mededingingsrecht, waar natuurlijk Europa een groot belang heeft dat op nationaal niveau dat goed kan worden afgedwongen, omdat anders de commissie veel te veel werk heeft. Maar die lijn van de jurisprudentie van op een gegeven moment kan griffierecht, risicoproceskostenveroordelingen, hoge advocatenkosten die je niet terugkrijgt, omdat je slechts forfaitaire proceskostenvergoedingen krijgt. Daar is Luxemburgse jurisprudentie zegt van dat kan onder omstandigheden een soort chilling effect hebben op het gebruik van de rechtsgang. En daarmee in strijd komen met artikel 47 handvest en die unierechtelijke beginselen. Dus ik denk dat daar nog wel een toegevoegde waarde in zit. Goed, hartelijk dank. Eén allerlaatste vraag, meneer Franken. Dank u wel, voorzitter. Hans Franken, CDA-fractie. Dank ook voor het fraaie betoog van de heer Barkhuizen. Ik denk eigenlijk aan het volgende en wil graag zijn visie daarover horen. Je zou kunnen zeggen dat rechtspraak en daarmee dus ook toegang tot de rechter is een common good. Dat hoort van ons mensen in Nederland allemaal. Nou, is het aan de andere kant zo dat men budgetten moet beperken. Dus dan krijg je toch een schaarste element wat daar een rol gaat spelen. Zou u nou een lijn kunnen aangeven waar je dan die afweging zou moeten maken? Want budgetten mogen ook weer niet onbeheersbaar zijn. Die schaarste speelt aan de ene kant. Aan de andere kant natuurlijk, de regering heeft de bewijslast dat het proportioneel is, de maatregel. Maar ja, daar neemt men meestal niet zo nauw mee, zoals je bij de bewaarplicht verkeersgegevens kan zien. En zo zijn er nog andere voorbeelden aan te voeren. Maar kan u een lijn daaraan geven? Hoe zou je toch budgetten enigszins beheersbaar kunnen mogen maken? Misschien is een kort antwoord mogelijk, gelet op de tijd. En ik weet dat het lastig is. Zeker bij zo'n vraag van mijn Leidse collega. Dat is een heel moeilijke. Ik zou dat niet zo 1, 2, 3 hier zo kunnen aangeven. Ik denk wel dat je de vraag kan stellen, was de regeling zoals die nu is en zoals die in het verleden was, was het daar onbeheersbaar? Ik weet niet of er een onbeheersbare situatie is ontstaan. Ik weet niet of wij in Nederland nou zo inefficiënt omgaan met gefinancierde rechtsbijstand, hoogte van griffierecht in relatie tot kosten van procedures. Ik denk dat je daar wel vragen over zou kunnen stellen. Ik heb het idee dat we eigenlijk een redelijk efficiënt en ook niet ook relatief gezien niet altijd duur systeem hebben in Nederland. Met andere woorden, als je een benchmark zou maken met andere Europese landen, misschien zijn we dan wel heel erg kostenefficiënt. Het zou ook nog een vraag kunnen zijn die gesteld zou kunnen worden. Kort genoeg? Ja, bedankt. Met een hele wereld nog aan aanvullende vragen volgens mij, maar misschien kunnen we die op een ander moment ook nog aan u stellen. Gelet op de tijd, heel hartelijk dank voor de inleiding voor dit eerste blok en de beantwoording van de vragen. Heel fijn ook dat u het een en ander op papier heeft gezet voor ons, dat we het kunnen nalezen. Ondertussen, terwijl we de overgang maken naar het tweede blok, zou ik de inleiders willen vragen om naast mij achter deze tafel plaats te nemen. En ondertussen ga ik meneer Barkhuizen vast bedanken voor zijn inleiding en hem een presentje overhandigen als aandenken aan deze middag. Dank. Hartelijk dank. Heel dank. Heel dank. Ja, graag gedaan. Ja. Blijf wel even zitten. Ja, goed, natuurlijk, vanzelfsprekend. Terwijl iedereen langzaam plaatsneemt aan deze tafel, maak ik vast een bruggetje naar het tweede blok. De stelselvernieuwing rechtsbijstand. Heel mooi dat we al een basis nu hebben gelegd in deze bijeenkomst. Namelijk de toepassing van artikel 6 van het EVRM. En de criteria die we in het oog moeten houden bij de toetsing van de maatregelen die de regering voorstelt. En wat we nu doen is het inzoomen op een van de twee onderwerpen.
namelijk de rechtsbijstand en de effecten voor de rechtsbijstandsverleners en de rechtszoekenden. Ik heb 5 inleiders naast mij inmiddels aan tafel. Ik zou aan elke inleider willen vragen om 5 minuten te gebruiken. Ik stel ook voor dat wij eerst alle inleiders hun visie laten geven en vervolgens aan u de mogelijkheid geven om vragen te stellen. En ik zou dat willen doen in volgorde van de sprekers zoals ze zijn genoemd in het programma. En ik zou dan willen beginnen met de heer Hendriksen. Hij is algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten en inmiddels ook geen onbekende in dit huis. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank ook aan de Kamer voor de gelegenheid om hier het woord te voeren. Waardering aan de zijde van de Nederlandse Orde van Advocaten voor de bij deze Kamer bestaande zorg voor de toegang tot recht. Februari 2014 zijn hier sprekers geweest. Ik was daar één van die toen de zorgen heeft geuit over de teloorgang van het stelsel. Dat stelsel is onvolprezen. 36% van de Nederlandse inwoners maakt gebruik van het stelsel. 60% van het stelsel wordt gebruikt tegen de staat, tegen procedures tegen de Nederlandse overheid. En dat is helemaal niet zo raar. Wat raar is, is dat hier tegenover, in de Tweede Kamer, de gedachte heeft postgevat dat rechtspraak een luxe is. Dat rechtspraak bovendien overbodig is, omdat de zelfredzaamheid van de burgerij, van de Nederlandse inwoners, groot genoeg is om zonder rechtspraak geschillen te kunnen beslechten. Ik merk daarbij op dat 80% van het stelsel, 80% van de uitgaven, gebeurt voor mensen die behoren tot die 36 van zo even, die op de bijstandsgrens zitten. Dus het zuinige, allerzuinigste minimum maakt voor 80% gebruik van dit stelsel. En dan de semantiek van de memorie van toelichting. Ik noem het straks nog één keer. De memorie van toelichting spreekt over een stelselvernieuwing om de houdbaarheid van het stelsel te waarborgen. Niets is minder waar. Het gaat om een platte bezuiniging van ongeveer 1/3 van de totale uitgaven. Bovenop eerdere rake klappen in de periode Balkenende 4, Rutte 1 en 2. Van 2010-2014 115 miljoen eraf. 50, 50 en 15. En nu nog eens een keer 85. Daarmee komt de kwaliteit van het aanbod buitengewoon sterk in gevaar. Er wordt zelfs door de staatssecretaris een praktijkverbreding bepleit die enorm haak staat op datgene wat de orde wil. Een kwaliteitsverbeterende, kwaliteitsverhogende specialisatie. Een specialisatie die vanaf begin 70er jaren is opgebouwd. Hier in de samenleving, u bent er alle getuigen van geweest, opgebouwd en dat heeft geleid tot een stelsel en tot advocaten die vergaand gespecialiseerd zijn. Ikzelf ben advocaat op een groot kantoor, vraag mij niet om deel uit te maken van het stelsel. Ik weet er niets van. Het zijn vergaand gespecialiseerde advocaten die moeten blijven. En wat gebeurt er? Er komt niet alleen aan de aanbodzijde is er gevaar, ook aan de vraagkant. De eigen bijdragen, die worden niet betaald en zijn te hoog voor de mensen die dat nodig hebben. Die 80% lieden die op de bijstandsnorm zitten. Er is een totaal gebrek aan zelfredzaamheid, aan die kant. En tegelijkertijd hebben we die toegang tot de rechter juist daar nu nodig, omdat allerhande bezuinigingen door die mensen worden door allerhande bezuinigingen getroffen. Door bezuinigingen, die zijn misschien noodzakelijk, maar laat dan in ieder geval die bezuinigingen, zodra ze die mensen ook treffen, beoordeeld kunnen worden door een rechter om de legitimiteit van het overheidshandelen te laten toetsen en de waardering en het gebrek daaraan te verminderen. Ik wijs op de ontwikkeling in Engeland. U hebt mogelijk een abonnement op de Economist en als u dat niet hebt, dan moet u dat maar eens proberen te googlen. De Economist, 20 november jongstleden. 25% is daar bezuinigd in Engeland op het legal aid stelsel. En wat is er gebeurd? De poortwachtersfunctie van de advocatuur is weggevallen. Dat leidt tot tragere rechtspraak en het leidt tot lagere kwaliteit van de geschilbeslechting. Terug naar de memorie van toelichting. De stelselwijziging om de houdbaarheid te waarborgen. Het staat er letterlijk. Het zal onbetaalbaar worden. De afgelopen 10 jaar, dat is de realiteit, is er 6 miljoen per jaar bijgekomen. Het moet nu minder worden. Een blind guess, 25% zou door niet-juristen het juridisch loket
de deur gewezen moeten worden. 25% van de totale uitgaven zou niet meer welkom zijn bij de rechter en niet meer welkom bij de advocatuur, getoetst door niet-advocaten, het juridisch loket. 20% van de bezuinigingen wordt binnengehaald door schrapping van de indexatie. Daar kan ik mij als landelijk deken eigenlijk best iets bij voorstellen, om dat voor de komende periode nog eens even te doen. Maar wat gebeurt er uiteindelijk? Het stelsel wordt in de komende 4 jaar wegbezuinigd en de effecten, dat is misschien ook voor mevrouw Scholten, de effecten van die wegbezuiniging zijn pas na 4 jaar meetbaar, omdat ze plaksgewijs gaan gebeuren. Die eerste 115 miljoen is opgevangen door de advocatuur. De tweede 85 gaat in trapjes van 4 jaar. En ik denk dat na 4 jaar die sociale advocatuur naar de, niet in deze vorm zal bestaan. Hoe dan wel? Waarom is het nou niet doenlijk om een breed in het veld een breed debat over een stelselherziening te krijgen met de handhaving van de huidige status quo, misschien ontdaan van die indexatie, en gedurende die periode het saldo van de uitgaven te bevriezen? Wij zijn daar, niet alleen de orde is daartoe bereid, maar ook de specialisatievereniging zijn zeer bereid om hun bijdrage te leveren. En dan wordt het echt, om in de woorden van mevrouw Strik en haar motie te blijven, dan gaan we zoeken naar waarborgen voor de toegang tot de rechter voor iedereen. Wat er nu gebeurt is een platte bezuiniging met een vreselijke semantiek in de memorie van toelichting. Ik wil het hierbij, ik denk ook dat ik aan mijn tijd ben. Het was klip en klaar, dank u wel. Meneer Van der Biggelaar, u bent directeur van het stelsel van de Raad voor de Rechtsbijstand. Mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant hartelijk dank voor deze uitnodiging. De Raad heeft in voorbereiding op deze expertbijeenkomst al een schriftelijk inbreng geleverd. En de Raad heeft daarbij teruggegrepen op zijn reactie op het consultatiepaper. De reactie is van 31 januari 2012. Die reactie is naar onze smaak nog steeds actueel, of misschien moet ik wel zeggen meer actueel dan hij ooit was. En tegelijkertijd heb ik daar ook al een begin van een antwoord naar de vraag van mevrouw Scholten die ze eerder gesteld heeft. In die reactie vindt u veel achtergrondmateriaal, veel feiten en cijfers en die kunnen desgewenst nader geactualiseerd worden. Dus het geeft een beeld over wat er aan de hand is in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De reactie van de Raad toentertijd, die kreeg de titel mee de burger en de rechtvaardige oplossingen centraal. En bij de beoordeling van de voorstellen voor de vernieuwing van het stelsel staat voor de Raad die burger centraal en hij blijft centraal staan. Naar onze smaak moet die burger zo effectief mogelijk worden ondersteund bij het bereiken van een rechtvaardige oplossing voor zijn juridische probleem. En ook, en dat is ook een reactie richting de heer Franke, tegen zo laag mogelijke kosten. In die inbreng die de Raad heeft geleverd, vindt u 9 uitgangspunten terug. En zoals ik had aangekondigd, leek het mij verstandig om een concrete inhoud aan die uitgangspunten te leveren, althans hoe de Raad dat gaat zien. En dan probeer ik daarmee ook te zeggen, in het kader van de schaarste die er is, hoe zou dat stelsel zo goed mogelijk kunnen worden ingericht. Ik noem er 5 punten bij. De Raad ondersteunt volop het idee van de zelfredzaamheid om dat aan de basis te leggen. Juist met de combinatie van, noem het juridische huisarts en de versterking van zelfhulpinstrumenten, kan een wezenlijke renovatie van het stelsel bereikt worden. Tweede punt. Centraal staat erbij het bieden van instrumenten op het internet. In de plannen van de staatssecretaris spreekt aan om het veel energie in nieuwe eerste lijn in te richten en die past bij de ondersteuning van zelfredzaamheid van de zelfredzame burgers. Ik ga niet zeggen dat alle burgers zelfredzaam zijn, maar het is een grote groep en die groep kan groeien. Goede volwaardige eerste lijn en zelfhulpinstrumenten zoals bijvoorbeeld rechtwijzer met een slimme combinatie van online diensten en hulplijnen kan daartoe bijdragen. Ik heb het dan over een gecontroleerde groei, niet van vandaag op morgen de volledige overstap maken, maar een groei die gecontroleerd is. Het derde punt, het kwam ook al aan de orde in de bijdrage van de heer Bakhuizen. Wat nodig is een counterpart voor die zelfredzame burger en dat is een proactieve overheid. We zien dat steeds meer organisaties de oproep volgen van de vroege ambassadeur
voor proactieve overheid, mevrouw De Vries, en ook van de Nationale Ombudsman. Maar het kan echt nog een slag beter. De Raad van Rechtsbijstand organiseert samen met andere organisaties die deelnemen aan de Rijksbrede Benchmarkgroep volgend jaar activiteiten om een verdere stimulans te geven aan de wijze waarop overheidsorganen een belangrijke steen zouden kunnen gaan bijdragen. Mijn vierde punt is de combinatie van vertrouwen die de Raad als zelfstandig bestuurzaam orgaan moet geven en het compliant gedrag van deelnemende advocaten in het stelsel. Dat beschouwen wij als een belangrijke bouwsteen voor de vernieuwing van het stelsel. En naar onze smaak kan die combinatie in het wetsontwerp nog wel verder versterkt worden. De Raad zal verder gaan met de ontwikkeling van de high trust gedachte, waarbij kernpunten zijn transparantie, vertrouwen en begrip. En dan, last but not least, is een integrale aanpak. Binnen het rechtsbestel nemen we waar complexiteit van materiële wetgeving. Ik verwijs daarbij graag naar een artikel van professor Van Gastel afgelopen week in SC. Procesrecht, enorme behoefte aan juridische informatievoorziening, een veelheid aan juridische beroepen, de organisatie van rechtspraak, rechtsvorming door het Hoogste Rechtscollege, mediation en geschillencommissie. Deze zouden toch echt meer samenhangend en niet zo verkokerd benaderd moeten worden. Ik zou graag een lans willen breken voor de aanpak in Schotland, wat men noemt met de holistische approach, dat vanuit die ketengedachte veel sterker geopereerd kan gaan worden. En het grote voordeel is dat die aanpak zich niet beperkt tot de 36 burgers die nu voor de gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen, maar ook voor die 64 anderen. Ik denk dat juist ook daar voor hen een grote bijdrage verkregen kan worden. En ik zou daarbij ook graag naar de orde willen kijken welke bijdrage de orde kan leveren voor nummer 37 tot, laat ons zeggen, 64. Ik kijk even naar mijn tijd. Die is bijna op, eigenlijk okay. Zo goed als. Nou, dan probeer ik het nog heel kort een klein vervolg te geven. In onze reactie hebben we 6 rechtsgebieden beschreven. 3 binnen de huidige situatie kansrijk zijn en 3 daarbuiten. Die 3 daarbuiten, u kunt het nalezen in onze reactie. En ik ben graag bereid om daar nadere toelichtingen op te geven. Ik wil kijken naar de 3 terreinen die binnen het stelsel al kansrijk zijn. Dan heb ik het over arbeidsrecht, huurrecht en consumentenzaken. Er is hier al veel mogelijk. Er zijn goede alternatieven. En wij denken dat we met de goede introductie van de nieuwe eerste lijn verdere stappen kunnen zetten. Daar zijn wel bepaalde randvoorwaarden bij nodig. En ik noem er 3. We moeten aandacht hebben voor het opwaartse effect van wet en regelgeving. Kijk nu wat gebeurt bij WMO, ontslagrecht en huurrecht bijvoorbeeld. De juiste kennis en vaardigheden zullen nodig zijn om die poortwachter daadwerkelijk te kunnen versterken. Ik wijs hierbij overigens wel het verschil in opvatting tussen orde en het juridisch loket, maar daar zal toch nader over nagedacht moeten worden welke vaardigheden en welke kennis echt bij die poortwachter nodig is. En ik sluit af, voorzitter, met de opmerking dat ook de verdere ontwikkeling van het internettool Rechtwijzer een succesvolle bijdrage kan leveren. Afgelopen week hebben we samen met de huurcommissie, huurdersorganisatie, woningcorporaties en andere belanghebbenden deskundigen bekeken wat op dat terrein gezamenlijk zou kunnen worden begonnen. En daar ontdek je dat we klein kunnen beginnen en groot kunnen gaan eindigen. En dat zou ik als graag als advies willen hanteren. Dank u wel. Hartelijk dank voor uw heldere inleiding. Ik geef graag het woord aan meneer Feiner, bestuurslid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Ja, en voor hoe lang nog, mevrouw de voorzitter? Dank u wel, geachte senatoren. Het is juist ontzettend mooi in uw huis te kunnen spreken. En ik zou eigenlijk 5 minuten mijn mond kunnen houden, omdat de deskundige die u een inleiding heeft gegeven precies heeft aangegeven waar het om draait. Het goed waar we het hier over hebben is zo essentieel dat zonder goed kwalitatief onderzoek, waar meneer Franke ook terecht om gevraagd heeft, dit soort majeure wijzigingen mogelijk desastreuze gevolgen hebben voor de toegang tot het recht. De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland heeft een enquête gedaan onder haar leden en daar blijkt uit dat
En dat is gelet op de nu reeds doorgevoerde bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Tussen 2010 en 2013 is daar al meer dan 10% op de vergoedingen gekort. Dat 22,3% ermee gaat stoppen binnen 3 jaar. Daarnaast heeft 55,7% meegemaakt dat het juridisch loket niet ten onrechte niet doorverwees naar een advocaat, waardoor schade is ontstaan. Als we nu kijken dat uit onze analyse die wij gemaakt hebben van de onderbouwing van de versterking van de eerste lijn, waarbij de eerste lijn inhoudelijk gaat toetsen of men onder andere mag procederen tegen de overheid, dan zien wij dat de aannames niet gebaseerd zijn op empirisch onderzoek. Het is geen aselecte steekproef en datgene wat wij voorop hebben gesteld, namelijk kijk ook naar de kwaliteit. Wat heb je ervoor nodig om die eerste lijns poortwachter op een EVRM-conforme wijze te doen opereren? Daar is geen onderzoek naar gedaan. En dat is het probleem. Het probleem van het wetgevingsproces is dat along the way wordt er gekeken hoe dat zo goed mogelijk conform de verdragsrechtelijke eisen kunnen worden ingevuld. Uit ons onderzoek is gebleken dat als dit zo verder gaat, dat die infrastructuur van sociaal advocatuur, en dan hebben we het over een groep advocaten die al ongeveer 10 jaar of langer bezig is, die een duidelijk oplossingsgerichte manier van werk heeft, die samen met het maatschappelijk middenveld ervoor zorgt dat ze al poortwachten zijn. Wij zorgen ervoor dat uiteindelijk op bij de rechter een juridische vraag op het bordje komt eigenlijk al vertaald is. Daardoor neemt de druk op de rechtspraak ook niet meer toe dan al nodig is. En daardoor voorkomen we juist onnodige maatschappelijke kosten. Wat ons betreft is het van belang dat voor dit soort majeure wetgevingsoperaties van belang is dat er kwalitatief naderonderzoek wordt gedaan naar de vraag wat dat betekent voor de toegang tot het recht. Met name de kwaliteit van de toegang tot dat recht en wat de maatschappelijke kosten zijn van zo'n bezuiniging. Want wat gebeurt er als straks die mensen niet meer naar de rechter kunnen? En de kosten zijn naar onze mening waarschijnlijk hoger dan de besparingen. En daar wil ik nog één ding bij opmerken. Dat is dat het gaat in totaal om een bezuiniging in 12 jaar. Hè. In 12 jaar zijn de kosten van rechtsbijstand toegenomen met 85 miljoen. De structurele besparing waarop nu wordt ingezet is 85 miljoen. Dat is bovenop die 115 miljoen die al is aangegeven. En ik kan u uit de praktijk aangeven dat we nu al op de grens zitten van wat haalbaar is. We zien nu al dat een groot percentage van de advocatuur erover denkt om alleen verder te gaan. En dat is nu juist wat de orde terecht niet wil. Wij willen kwaliteit blijven leveren. Bij ons is er zo dat er terechtelijk toezicht is, dat er geheimhoudingsplicht is enzovoort. Die eerste lijn heeft niets van die garanties. Er is geen enkele garantie onderzocht, nog aangeboden. Alvorens u dat soort beperkingen tot de toegang tot het recht goedkeurt in deze Kamer, moeten daar garanties voor worden afgegeven. Voor ons is niet de sociale advocatuur het belangrijkste. Het belangrijkste is dat onze rechtszoekenden die toegang tot dat recht blijven houden. En dan moet men de kosten en de baten van dit publieke goed goed tegen elkaar kunnen afwegen. En dat kan u niet. Dank u wel. Hartelijk dank voor uw duidelijke boodschap aan ons. Ik geef vervolgens graag het woord aan de heer Van Erven. Hij is voorzitter van de afdelingscommissie Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Graag, dames en heren. Dank voor de uitnodiging om ook onze visie te mogen geven op dit belangrijke thema. De voorgenomen stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand vergt een politieke afweging. En daar hebben mijn voorgangers al het nodige inderdaad over gezegd. Maar het Verbond van Verzekeraars denkt uiteraard ook hier graag in mee. De stelselherziening is opgenomen in het wetsvoorstel dat nu ter consultatie wordt aangeboden. En uiteraard willen wij hier zullen wij hier onze reactie op geven. Hoewel we ook al nu al zien dat er heel veel zaken in staan en vragen voorkomen waarop het wetsvoorstel geen antwoord geeft. Hoe moet de rechtshulp worden geregeld voor mensen die buiten het stelsel gaan vallen? Hoe gaat de overheid om in de toekomst met private partijen? En hoe begrijpt een burger straks nog die het betreft waar die moet zijn
als die bij een website moet komen. Uitgangspunt in het wetsvoorstel is dat bij gesubsidieerde rechtsbijstand niet primair, dat het bij deze rechtsbijstand niet primair dient te gaan over een advocaat of de gang naar de rechter, maar om het vinden van een effectieve oplossing voor het probleem van de rechtszoekende. En daardoor kan ook naar een breder aanbod worden gekeken dan alleen maar het inschakelen van rechtshulp door een advocaat. Die uitgangspunten onderschrijft het verbond. Er bestaat immers een breed palet aan oplossingsmogelijkheden. En er werd er straks ook al even aan gememoreerd voor rechtszoekenden om een geschil op te lossen. En het is ook goed dat de overheid nu ook oog heeft voor het brede veld in juridische diensten en andere juridische dienstverleners. Gesubsidieerde rechtsbijstand, sociale advocatuur, geschillencommissies, vakbonden, een wegwijzer op internet, mediation, juridisch adviesbureau en ook rechtsbijstandverzekeraars. Sinds jaar en dag bieden wij al juridische hulp tegen een redelijke prijs door effectiviteit en doelmatigheid te koppelen in de uitvoering van de rechtshulp. En ongeveer 2,7 miljoen huishoudens in Nederland hebben een rechtsbijstandverzekering. Zo ongeveer 320.000 zaken per jaar worden van particulieren worden door rechtsbijstandverzekeraars en stichtingen opgelost. En daarmee richten we ons met name op die effectieve oplossing en de passende oplossing voor klanten, eerder genoemd de rechtszoekende. En dat kan betekenen dat de gang naar de rechter wordt gekozen, maar het hoeft niet per se het uitgangspunt te zijn. Een belangrijk element uit de stelselherziening is de versterking van de eerste lijns rechtshulp, ook al eerder gememoreerd. Veel meer dan nu het geval is, zal in de eerste lijn worden gekeken naar de meest effectieve oplossing van het geschil. En er zal worden gekeken of de rechtszoekende in het eerdere stadium of het eerste stadium al goed op weg kan worden geholpen voordat een eventuele doorverwijzing plaatsvindt. Nou, rechtsbijstandverzekeraars hebben van huis uit en in eigen huis al veel ervaring met een dergelijk model. Ook bij ons wordt dikwijls al bij de eerste melding of zo snel mogelijk daarna met de klant gekeken wat de beste oplossing en werkwijze zou kunnen zijn. En wij kunnen dus ook wel zien waarom de staatssecretaris voor deze oplossing kiest. In dat verband willen we ook u graag attenderen dat een flink aantal WRB-gerechtigden al een rechtsbijstandsverzekering heeft. Ter illustratie ongeveer 30% van de huishoudens met een netto maandinkomen tussen de 1000 en 1500 euro heeft een rechtsbijstandsverzekering. En het is dus ook belangrijk om sowieso al te kijken nu in de eerste lijn of rechtszoekende zijn zaak ook door een verzekeraar kan laten afhandelen. Onderdeel van het voorstel is dat ook niet-WRB-gerechtigden, die krijgen geen toegang meer tot de eerste lijnsvoorziening. Ze kunnen nog wel terecht op een website met informatie waarvoor ze kunnen zorgen of ze een probleem kunnen oplossen. Maar wij als verbond denken dat ook deze groep in de toekomst een duidelijke behoefte zal hebben aan kortdurende eerste hulp. Het wetsvoorstel geeft daar weinig oplossingen voor. Het enige wat wij hier aan kunnen bieden is dat wij onze ervaringen willen en kunnen delen in een breder perspectief en een bredere discussie. Op dit moment worden ongeveer alle zaken en toevoegingszaken behandeld door advocaten. Deze geven aan de vergoedingen hiervoor toch algemeen te laag te vinden, terwijl de staatssecretaris nog meer mogelijkheden zoekt om de kosten te bezuinigen. Nou, rechtsbijstandsverzekeraars hebben het in zich om zo efficiënt mogelijk te moeten werken. Het is niet onlogisch om daarbij te kijken of een aantal zaken kunnen worden uitbesteed aan andere partijen, waaronder onder andere de groepen, de vertegenwoordiger, de rechtsbijstandverzekeraars. Het gaat dan natuurlijk over zaken die wij ook nu verzekeren. Arbeidsrecht, huurrecht werd net ook al even genoemd, maar niet straf- en asielzaken. En uiteraard willen we ook hier graag ons openstellen voor een goede, brede discussie. In de voorgenomen verstelselherziening wordt ook de mogelijkheid van het vaststellen van een vaste of maximum tarieven voor de advocatuur genoemd. Op dit moment worden advocaatkosten door rechtszoekenden nog vaak als hoog en onvoorspelbaar ervaren. En dat is een belemmering van toegang tot het recht van advocaten. En uit onderzoek blijkt ook dat de drempel om naar een advocaat te gaan vrij hoog is. Naar onze mening zou de in het wetsvoorstel opgenomen mogelijkheid tot tariefsregulering de kosten voorzienbaar en voorspelbaarder kunnen maken. Hetgeen de toegang tot betaalbare rechtshulp ook kan verbeteren. Nou, rechtsbijstandsverzekeraars zijn überhaupt blij dat het onderzoek is gestart. Wij zijn een grote opdrachtgever voor de advocatuur. Vele duizenden uitbestedingen per jaar gaan richting de collega's ter rechterzijde. En rechtsbijstandverzekeraars constateren soms grote en soms ook onverklaarbare tariefverschillen tussen advocaten. Een vorm van voorspelbaarheid van advocaatkosten zou niet alleen fijn zijn voor de rechtszoekende burger, die zelfs een advocaat moet betalen, maar zeker ook voor rechtsbijstandverzekeraars. Voorspelbaarheid zorgt immers ervoor dat er een betere calculeerbaarheid is, hetgeen voor ons van groot belang is voor het vaststellen van premies en dus ook voor het invullen van onze maatschappelijke relevantie. De eerste rechtsbijstandsverzekeraars zijn ongeveer 50 jaar geleden opgericht in Nederland, vrijwel allemaal met hetzelfde doel: zorgen voor een betaalde toegang tot het recht.
En daarvoor zorgen we nu en willen we ook graag in de toekomst blijven zorgen tot tevredenheid van onze klanten, maar ook maatschappelijk relevant. Dus nu de overheid op het punt staat om nieuwe keuzes te maken over de inrichting van het stelsel van rechtsbijstand, is het dan ook niet meer dan logisch dat verzekeraars een actieve bijdrage in dit debat willen en zullen leveren daar waar nodig. Dank u wel. Zeer veel dank, ook voor uw inleiding. Het roept zeker vragen op, maar die bewaren we nog eventjes. Eerst als laatste de heer Peters, aan u het woord in deze rij. Dank u wel, voorzitter. Ook dank voor uw uitnodiging om hier het woord te voeren. En ik ging er eigenlijk van uit dat iedereen weet wie u bent, omdat u eerder al eens een pamflet aan ons heeft overhandigd. Dat wil ik nog even memoreren, maar u bent zo vriendelijk. Maar u bent campagneleider consumentenrecht bij de Consumentenbond. Dat klopt. Goed. Dank nogmaals. Op 14 november 2013 protesteerde de Consumentenbond schouder aan schouder met de advocatuur hier buiten op het plein tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. En op 11 maart van dit jaar hebben wij u, voorafgaand aan uw debat over de staat van de rechtsstaat, een pamflet overhandigd waarin wij onze bezwaren hebben samengevat onder het motto: het mes in de rechtsbijstand is de doodsteek voor het consumentenrecht. En die bezwaren zet ik vandaag graag kracht bij. Maar allereerst spreek ik graag onze waardering uit voor alle kritische vragen die u heeft gesteld en voor alle moties die door uw Kamer zijn aangenomen. Hulde en dank daarvoor. Het uitsluiten van bepaalde rechtsgebieden als zodanig is volgens de Consumentenbond in strijd met de rechten van rechtszoekenden, zoals verankerd in de grondwet en verdragen als het EVRM. En we hebben daarom met voldoening vastgesteld dat de staatssecretaris is teruggekomen op zijn voorstel om consument- en huurzaken categorisch uit te sluiten van gesubsidieerde rechtsbijstand. Echter, het effect van de aangekondigde maatregelen zal voor verreweg de meeste consumenten nog steeds zijn dat zij niet of nauwelijks in aanmerking komen voor toevoeging van advocaat en dat de toegang tot de rechter met gebruikmaking van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand wordt afgesneden. Het door het kabinet beoogde effect blijft vooralsnog dat structureel 85 miljoen minder wordt uitgegeven aan hulp. En waar tot op heden de hoogwaardige rechtsbijstand van een advocaat noodzakelijk werd geacht, verwachtte de staatssecretaris dat het aantal toevoegingen straks met 80% en zelfs 90% kan worden teruggedrongen bij huurzaken, respectievelijk consumentenzaken. De toegang tot de rechter wordt niet voor ieder gewaarborgd en al helemaal niet voor huurders en consumenten. Wij blijven ons dan ook met hand en tand tegen de maatregelen verzetten. We erkennen dat het recht op de toegang tot de rechter niet absoluut is, maar de wens om bezuinigingen te realiseren is geen legitiem doel om dat recht te beperken. Dat argument heeft de staatssecretaris niet kunnen weerleggen. Ten meer niet omdat de consequenties van zijn voorstellen moeten worden gezien in combinatie met andere maatregelen die het recht op de toegang tot de rechter raken. Elk individu heeft recht op een gelijke en eerlijke behandeling. Dat volgt uit het EVRM en is een van de minimale eisen die gelden bij het recht op de toegang tot de rechter. En lang niet alle consumenten zijn in staat zichzelf te redden. Zo merken wij dagelijks bij de Consumentenbond. Dat komt vaak door de halstarrige opstelling van het bedrijf. De staatssecretaris negeert dat de consument lang niet altijd eiser is. Het is vaak de ondernemer die ervoor kiest de rechter in te schakelen. Bij consumenten- en huurgeschillen is per definitie sprake van een ongelijke strijd, gezien de professionaliteit van de ondernemer en de betere mogelijkheden voor die partij om een advocaat in te huren. De Consumentenbond werkt sinds 1970 in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven met volle overtuiging aan het oprichten van geschillencommissies als alternatief voor de rechter. Maar alleen uit vrije wil kunnen consumenten en bedrijven overeenkomen een geschil op alternatieve wijze te beslechten. Volgens artikel 17 van de grondwet kan niemand tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent. En die keuzevrijheid dreigt nu te worden aangetast. Rechtszoekenden komen volgens de staatssecretaris niet voor een toevoeging in aanmerking als zij naar een geschillencommissie kunnen. Het enkele feit dat een alternatief voor de rechter bestaat is echter onvoldoende om hen de facto de toegang tot de rechter te ontzeggen. Dat vinden wij niet alleen, dat zegt ook bijvoorbeeld het college van de rechten voor de mens in Utrecht. Overigens laten ondernemers zich ook bij een geschillencommissie regelmatig bijstaan door een bedrijfsjurist of een advocaat. Dus dat consumenten bij een geschillencommissie per definitie
geen hulp van een advocaat nodig zouden hebben, is wat ons betreft te kort door de bocht. Ook in dergelijke gevallen moet bij een verzoek om rechtshulp individueel worden getoetst aan alle criteria die voortvloeien uit onder meer artikel 6 van het EVRM en de daarop trekking hebbende jurisprudentie. Professor Barkhuizen heeft daar ook al op gewezen. Criteria als de complexiteit van de zaak en de mate waarin de betreffende rechtszoekende in staat is om voor zichzelf op te komen, moeten steeds als individuele omstandigheden worden meegewogen. De staatssecretaris zegt dat de eerste lijn wordt versterkt. De Consumentenbond constateert dat het juridisch loket er straks taken bij krijgt, maar die zwaardere taken met aanzienlijk minder geld moet uitvoeren. Daarnaast is het loket een dienst van de overheid. Dezelfde overheid die er in de plannen steeds meer belang bij heeft consumenten door te verwijzen naar een geschillencommissie, consumenten af te houden van een verzoek om toevoeging en naar huis te sturen met de boodschap dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van hun probleem. Een consument die te horen krijgt dat hij niet voor gefinancierde rechtshulp van een advocaat in aanmerking, overtuig je niet met het argument dat we in Nederland in vergelijking tot het buitenland een kwalitatief, hoogwaardig en ruimhartig stelsel hebben. En een consument die te horen krijgt dat hij niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, overtuig je niet met het argument dat we alleen zo het stelsel voor de toekomst betaalbaar kunnen houden. Een consument die niet krijgt waar hij recht op heeft, zal eerder zijn vertrouwen in de rechtsstaat verliezen. En we vragen uw Kamer om tegen die plannen in het geweer te komen. En de Consumentenbond wenst u bij het bewaken van de grenzen van onze rechtsstaat veel wijsheid toe. Dank u wel. Hartelijk dank, meneer Peters. Ook uw inleiding roept ongetwijfeld vragen op. Het is nu tijd voor de Kamerleden om vragen te stellen. En wie, meneer Ruurs, ik zie u als eerste de vinger opsteken. U krijgt het woord om als eerste vragen te stellen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijn naam is Ruurs. Ik ben lid van de SP-fractie in deze Kamer. Ik wil het hebben over de zelfredzaamheid van de justitiabele, van de rechtszoekende. Ik hoorde de heer Hendriksen zeggen dat er een totaal gebrek aan zelfredzaamheid is. En de heer Van de Bigelaar hoor ik zeggen, het zit wel goed met die zelfredzaamheid. Wie van de twee heeft hier nu gelijk? En ik zou dus die vraag zowel aan de heer Hendriksen als aan de heer Van de Bigelaar willen stellen. Als ik hier zo'n verschil zie in de beoordeling van de zelfredzaamheid. En dan eigenlijk ook de opmerking van de laatste spreker die zegt, het valt eigenlijk bar tegen met de zelfredzaamheid. Graag uw visie daarover. Meneer Hendriksen. Ja, mijn visie heb ik geuit. Echt helemaal aan de onderkant van het inkomensgebouw in Nederland, de onderkant van de samenleving, wordt ook wel gezegd, daar wordt voor 80% gebruik gemaakt van het stelsel. En de ervaring in de praktijk is dat daar de zelfredzaamheid voor een groot deel afwezig is. Maar degene die u daar echt een goed antwoord op kan geven, zit links van mij. Die is gewoon iedere dag weer werkzaam in de sociale advocatuur. Dus als u het goed vindt, leid ik de vraag even door naar mijn linkerbuurman. Meneer Van der Bigelaar. Nee, mijn linkerbuurman. Ja, dank u wel voor uw vraag. Ja, het is belangrijk om dat onderscheid goed te realiseren. Dat sociale minimum, de mensen, de rechtszoekenden op dat sociale minimum zitten in een soort multiproblematiek vaak gevangen. He, dat kan gaan om LVG-problematiek met allerlei problemen daarbij. De zelfredzaamheid van die burgers is een heel andere dan ook een hele grote groep mensen die binnen het stelsel geholpen kunnen worden. Maar dat gaat om groepen die de zelfredzaamheid hebben door een baan of iets dergelijks. Dus die onderkant van waar ons stelsel voor 80% op draait, daar zijn heel veel burgers die eigenlijk die ingewikkelde regelgeving al jaren niet meer begrijpen. En die hebben echt hulp nodig. De sociale advocatuur wil absoluut meedenken aan het helpen van die mensen. En doet dat in de praktijk met het maatschappelijk werk, met sociaal raadslieden, met huisartsen, met jeugdzorg enzovoort. Maar voor hen, om hen de rechtwijzer aan te bieden, ja, die cliënten praten vaker, om het zo te zeggen, met hun handen dan met hun mond. Dat is de realiteit van alle dag. Ik kan hem niet mooier maken. Goed, uw conclusie is, met de zelfredzaamheid valt het niet mee. Voor die doelgroep, ja. Voor die doelgroep valt het niet mee. Meneer Van Erven. Meneer, ja, maar ik dacht ook meneer Van Erven. Ja?
Nee, u wilt meneer Van der Biggelaar, oké. Meneer Van der Biggelaar. Nou, dan ga ik gewoon mijn beurt nemen. Dank u wel, voorzitter. Ik vind het gewoon een hele belangrijke vraag, want daar draait het uiteindelijk om. Als ik gezegd heb dat elke burger zelfredzaam is, dan is het overdreven. Waar het om gaat, dat je moet gaan kijken hoe het stelsel in elkaar zit en wat je eraan zou kunnen doen, die zelfredzaamheid die er in wezen is, die verder te bevorderen. Ik heb er elementen voor genoemd, de complexiteit van wetgeving. Dat maakt het natuurlijk buitengewoon moeilijk. En daar ligt de oproep ook om dat aanmerkelijk te vereenvoudigen waar kan. Ik vind het een mooi voorbeeld. Ja, ik zie ook mensen soms schudden van het niet zou kunnen, maar ik denk dat het wel kan. Kijk naar de alimentatieberekening voor kinderen. Die is buitengewoon complex. Ik weet dat aan de Tweede Kamer een initiatief gewerkt wordt om die regelgeving te vereenvoudigen. En waar het om gaat, ik denk dat je een dubbel effect kunt bereiken. Dat burgers zelf vooraf makkelijk kunnen gaan calculeren van wat in een echtscheidingssituatie zou ik in die situatie een kinderalimentatie moeten gaan betalen. Als burgers dat transparant en helder kunnen zien, denk ik dat het een positief effect kan hebben op hun houding in die hele echtscheiding op zichzelf. Dus dat is een belangrijk onderdeel van die zelfredzaamheid, om ook te kijken naar die wet en regelgeving. Ik denk dat een ander punt is de houding van de overheid. Hoe overheid in zaken waar zij in optreedt als andere partij, gewoon niet meteen begint met moeilijke brieven te schrijven, maar de burgers uitnodigt voor een gesprek om uit te leggen wat die beslissing kan zijn, ook als, al is die negatief. Dus het zijn aspecten in het geheel waar je aandacht aan moet gaan besteden. Wat wij nu proberen, dat is maar één voorbeeld met die rechtwijzer, dat instrument is opgebouwd op grond van deskundige inbreng van advocaten, rechters, mediators, en wij toetsen dat permanent met de respons van burgers die dezelfde soort problemen hebben. Dat is een wonderbaarlijk mooi proces om te zien, omdat je ziet wat al die, mag ik het zo zeggen, geleerde mensen bij elkaar gebracht hebben, dat door de burger niet echt geëten wordt. Dus het heeft er ons wel toe gebracht. Wij zullen dat anders moeten gaan inrichten om het meer werkzaam te maken, zodat die burger zelf meer de regie in zijn handen kan nemen in plaats van het aan het permanente infuus van rechtsbijstand te liggen. Dus daar liggen echt mooie kansen. Wat we ook daar proberen is, dat is mijn laatste zin die ik eraan wijd, dat je niet alleen via die zelfredzaamheid en die internettools alles kunt doen, maar je kunt hulplijnen gaan gebruiken voor een kort advies op een bepaald stuk wat net lastig voor je genoemd wordt. En de heer Fijn hier nog aan te geven, die multiproblematiek, die is er. Maar de vraag is of daar een juridische oplossing meteen het echte begin is. Ik denk dat je daar moet kijken naar een ander soort aanpak, omdat er vaak financiële schuldenproblematiek ligt. En daar zou de focus meer op gericht moeten zijn dan individueel die zaken proberen op een juridische manier op te lossen. Kansen en uitdagingen, daar houden we van. Mevrouw Strik. Ja, dank u wel. Ik heb even twee vragen om de effectiviteit van de verschillende procedures zeg maar, duidelijk te krijgen. Het juridisch loket heeft ook een position paper aan ons gestuurd. En daarin zeggen zij van nou, het inschakelen van een advocaat in eerste lijn, dat is niet zo effectief, want die grijpt meteen naar juridische procedures en mogelijkheden, terwijl wij een veelheid aan instrumenten bedienen. Daar zou ik graag een reactie op willen van de advocaten, als het kan. Een ander punt is wat de VSAN aangeeft in de position paper. Die relativeert eigenlijk de effectiviteit van alternatieven. De geschillencommissie, daarvan geeft de advocatuur aan, 4 op de 10 mensen haakt al halverwege af om verschillende redenen. En mediation blijkt heel weinig voor te komen of relatief weinig naar verwezen te worden. Misschien dat daar de heer Peters op zou kunnen reageren. Hoe die verschillende, die alternatieven zich verhouden tot juridische procedures door een advocaat ingezet. Meneer Peters. Ik denk dat het belangrijk is als we kijken naar wat het juridisch loket kan doen. Die kunnen een verzoek om rechtshulp afhandelen. En als het volgens de manier waarop de staatssecretaris voorstelt gaat, dan zullen consumenten worden doorverwezen naar een geschillencommissie of hooguit advies of informatie krijgen om hun probleem zelf op te lossen. Maar bij een geschil zijn 2 partijen betrokken en om een geschil op te lossen is denk ik op zijn minst contact nodig met de wederpartij. En dat contact kan het juridisch loket niet leggen omdat ze geen vertegenwoordiger zijn van de consument of van de rechtszoekende, maar eerste lijns hulpverlener. Dus dat is een essentieel verschil tussen de dienst die een advocaat kan aanbieden. Die kan namelijk wel de consument vertegenwoordigen en dat is ook nodig, zeker als het niet buiten de rechter om tot een oplossing komt. Meneer Hendriksen? Ja, en daarna graag het woord weer aan mijn linkerbuurman. Het juridisch loket, dat heb je ook in de position papers gezien. Dat is een merkwaardig debat
Het juridisch loket zelf zegt dat de advocaten vooral geen deel uit moeten maken van die poortwachtersfunctie. De Raad voor de Rechtsbijstand denkt daar anders over en wij denken daar ook anders over. En dat is één. Twee, het juridisch loket moet zijn, de functie van het juridisch loket wordt dat het juridisch loket geacht wordt in 25% van de totale rechtshulp, de totale bezuiniging, goed te maken. Dus het wordt een afknijpapparaat voor toegang tot de advocatuur en verdere bijstand. Dat wordt de toekomst van het juridisch loket en de wijze waarop het juridisch loket nu functioneert. Daarover geef ik graag even mijn linkerbuurman. Meneer Veiner. Ja, dank u wel. Allereerst, heel belangrijk, staat ook in onze gedragsregels. We zijn ook onderhevig aan het tuchtrecht. De deken zit aan mijn rechterhand. Altijd proberen een alternatief voor de rechtsgang. Altijd moeten wij daarnaar kijken. Dus het beeld klopt niet dat advocaten gericht zijn op procederen. Daar waar mogelijk een alternatieve oplossing. Daar waar mogelijk alternatieve geschillenbeslechting, mediation enzovoort. Dat zijn ook prima uitgangspunten waarvan ook de VSM vindt dat dat gestimuleerd moet worden. Het gaat er alleen om of je deze bezuiniging kunt realiseren door die alternatieven van geschillenbeslechting te stimuleren. Nou, dat blijkt helemaal niet dat dat nu kan. En dan moet men ook weer teruggaan naar die doelgroep van 80%. Hè, de 80% sociale minima, die daar misschien minder goed geëquipeerd in zijn. Want die worden vaak door verwijzers naar de sociale advocatuur toegebracht. En dat is ook een van de problemen van de poortwachter. De goede sociale advocatuur die al 25, 30 jaar lang met het veld samenwerkt, dan hebben we het over het maatschappelijk werk enzovoort, die wordt straks door de poortwachter belemmerd om die goede infrastructuur en die goede sociale kaart en dat netwerk te onderhouden. Daardoor is die filterende functie van het sociaal middenveld straks afwezig. Dus voor dat juridisch loket. Het juridisch loket is in de afgelopen jaren absoluut een meerwaarde gebleken. Het heeft alleen, en dat blijkt ook uit onze analyse die bij het position paper zit, het heeft geen enkele kostenreductie tot gevolg als men de poortwachterfunctie versterkt. En een ander probleem is dat daar echt een kernaantasting van de rechtsstaat zit, namelijk dat er inderdaad het noodzakelijkheidscriterium en de zelfredzaamheid, dat worden inhoudelijke criteria om te bepalen of je door mag naar een advocaat. En daar gaat de overheid echt, nou, zelfs de EVRM-drempel denken wij, over. Dus het probleem is dat als het gaat om het juridisch loket, je moet juist met elkaar tot synergie komen. Je moet tot synergie komen, ook met de rechtspraak. En dat doet de sociaal advocatuur, denken wij. Maar laat dat nou eens onderzoeken. Laat nou eens onderzoeken wat onze kosten zijn en de maatschappelijke winst, dat wij daarin interveneren. Doe je dat niet, dan komen we tot een debat zonder dat we de uitgangspunten kennen. Dat is heel belangrijk. Wij zijn niet voor afschaffing van het juridisch loket of dat het juridisch loket geen waarborg heeft. Wij zijn voor goede toegang tot het recht. En dat betekent niet tot de rechter alleen, want dat kan ook. Het gaat erom dat de burgers hun recht kunnen halen. Daar gaat het om. En daar willen wij in meedenken. Maar daar moeten we er goed over nadenken. Dank u wel. Hartelijk dank, meneer Feijnen. Meneer Van der Biggelaar. Ja, voorzitter. Ik vrees al dat het verschil van benadering is tussen het juridisch loket en de advocatuur, gelukkig valt er nu alweer wat weg. Van belang is om daar te kijken naar de positie van de burger. Wat wil die burger? Er is onderzoek gedaan in Path to Justice door Hazelken in het Verenigd Koninkrijk. Heel belangrijk onderzoek. En we zien dat wij hier ook dat die geschillendelta kennen. Dat soort onderzoeken waar deze zaken naar voren komen. Van belang voor de burger is dat die kans heeft op vroege interventie. En dat om daar opties of mogelijkheden worden aangeboden in plaats van dat het probleem wordt overgenomen. Ik denk, als je gaat kijken dat je een slimme combinatie van juridisch loket en advocatuur mogelijk kunt maken om te zorgen dat die burger adequaat en optimaal bediend gaat worden. Het is gewoon een kwestie van slim met elkaar gaan opereren om die burger optimaal te bedienen. En daar komen die andere problemen, denk ik, in een wat andere verhaal. Het is gewoon kansrijk om het goed aan te pakken. En je moet het wel op de juiste manier doen, zoals ik ook zei, met de goede vaardigheden en de juiste kennis aan het front office. Dank je wel. Hartelijk dank. Ik zag bij mevrouw Lokin een vraag. Ja, dank u voorzitter. Ik ben zelf in de jaren 70 als advocaat begonnen. En heb dus ook aan het begin gestaan van de ontwikkeling van de sociale advocatuur. En ik heb het zelf persoonlijk altijd betreurd dat op ideologische gronden de sociale advocatuur zich heeft afgesplitst van de commerciële advocatuur destijds.
En ik denk dat we daar nu ook hier aan de grenzen zijn gekomen. Want in een systeem vlak daarvoor was deden alle advocaten, alle advocatenkantoren, dus ook de commerciële kantoren met name, aan prodeo-zaken die dan door de stagiaires werden gedaan. Maar dat was niet per se vervelend voor de justiciabelen, omdat je ook slimme stagiaires had die die zaken konden behartigen. En bovendien waren ze enthousiast en kwamen net van de universiteit, dus ze hadden ook hun kennis paraat. Daar is een scheidslijn gekomen waardoor de commerciële kantoren steeds commerciëler en harder zijn geworden. En de sociale advocatuur nu aan de grenzen komt van de financiële overlevingskansen. Zou het niet mogelijk zijn om ook in een richting weer te denken waarbij je zegt dat er weer een fusie of een verplicht stellen van ook in de commerciële advocatuur, dat daar de sociale advocatuur moet worden bedreven, zodat ook de sociale advocatuur kan terugkeren en dat het weer een eenheid wordt. Ik ben ervan overtuigd dat voor de commerciële kantoren, dat die daar socialer door worden. Hartelijk dank, meneer Hendriksen. Voor wat betreft het laatste, ik help het u hopen. Ik weet het niet. Het is wel zo dat het beeld wat u schetst, of sociaal of commercieel, dat beeld is onjuist. Er zijn heel veel kantoren waar gemengde praktijkvoering in dit opzicht plaatsvindt. Dus zowel gefinancierde rechtshulp gedaan wordt als betalende zaken. Sterker, ik durf de stelling aan dat er een heel beperkt aantal advocatenkantoren is dat helemaal geen sociale rechtshulp verricht. U moet, van de 17.000 advocaten moet u weten dat er 2500 zitten in die grote kolossen waar u op doelt, die grote advocatenkantoren. Dat is het. En voor de overige is het gewoon een gemengd beeld. En als je nou mij vraagt, is het verstandig dat die puur commerciële advocatuur weer gaat doen wat in uw tijd gebeurde, maar ook in de mijne. Ik kom 10 jaar later kwam ik binnen, maar toen gebeurde precies hetzelfde. Wij noemden het de sociale unit, die hadden we op kantoor. Daar is mee gestopt omdat tot de conclusie is gekomen dat de sociale advocatenkantoor het gewoon veel beter konden. Er is een specifieke know-how nodig om dit deel van de markt, laat ik het nou maar zo noemen, te bedienen. En die specifieke know-how was veel beter ontwikkeld op de advocatencollectieven. Destijds heette dat advocatencollectieven, nu de sociale advocatenkantoren. De grote commerciële advocatenkantoren kunnen het gewoon niet. Ik denk dat wanneer we stagiaires loslaten op deze justitiabelen, dat ze absoluut minder goed af zijn dan ze nu af zijn. En ik denk ook dat we het niet moeten doen. Vanuit die overweging. Tegelijkertijd, als u mij vraagt, zou het niet een goede gedachte zijn dat de commerciële kantoren ook eens iets van ze zouden laten horen in dit opzicht? Ja, dat zou een goede gedachte zijn. Maar niet, laat de stagiaires los, relatief onervaren, laat de stagiaires los op deze justitiabelen. Dat lijkt me geen goed idee. Laten we bijvoorbeeld het vreemdelingenrecht nemen. Ik noem er maar één, of het BOPZ-recht, of wat voor recht, gespecialiseerde rechtsvorm dan ook. Ze kunnen het helemaal niet. We moeten ze ook niet dwingen. En om het antwoord compleet te maken, weer nog even, als u het goed vindt, een aanvulling van mijn buurman ter linkerzijde. Ja, kort, ik ben gelukkig dat we niet meer 40 jaar terug in de tijd waren. Waarom? Omdat het is een specialisme. De sociale advocatuur is een specialisme. En juist als het gaat om alternatieve geschillenbeslechting mogelijk te maken, juist als het gaat om naast de rechtsvragen ook het vraagstuk binnen zo'n multiproblematiek snel en efficiënt op te lossen. Hè, want ik verwijs heel vaak door en heb heel vaak met Paameijer, met Humanitas, met begeleid woonvormen, met dat soort instellingen te maken om ervoor te zorgen dat je een probleem echt oplost. Buiten de schotten om van bijvoorbeeld het hokje van het strafrecht waar een probleem in zit, het hokje van het bestuursrecht, hè, omdat ook de uitkering gekort wordt, het hokje van bureau jeugdzorg, omdat de kinderen ook uit huis geplaatst worden, het hokje van de burgemeester, omdat het paspoort wordt ingetrokken. Dat zijn allemaal overheidsbesluiten. Het is juist van belang om tot een effectieve geschillenbeslechting te komen, dat je het op een zo minst mogelijk ingrijpende wijze realiseert. En juist door het over te laten aan SEC-advocaten die niet die sociale kaart kennen, dan juridiseer je juist weer het probleem. En dat is wat wij niet willen. Hartelijk dank, meneer Feijner. Mevrouw Lokin, u bent gerustgesteld, tevreden met de antwoorden?
Goed, dank u wel. Zijn er nog andere dringende vragen als het om dit onderwerp in dit blok 2 gaat? Ik zie nee schudden. Ja, mevrouw Scholten. Even een korte vraag. Ik zit na te denken over... Even uw microfoon aan, graag. Ja, dat zou ik ook niet anders denken. Okay. Ja, het klopt. Lichtje brandt weer. Dank, buurman. Dit nadenken over die positie van het juridisch loket. Ik ben het met de, ik geloof meneer Peters was, eens de, meneer Barkhuizen zei het ook, het juridisch loket mag niet in overheidshanden zijn. Hè? Daar komt het in feite op neer. Want dan bepaalt de juridisch loket ambtenaar wat er gaat gebeuren verder met de zaak. Maar hoe zou je het juridisch loket, wat wel een poortwachtersfunctie heeft, net zoals vroeger de raad van... Hoe heet je ook alweer, Walter? Het Bureau voor Rechtshulp. Bureau voor Rechtshulp. Die bepaalt dan welke advocaat de zaak krijgt. Hè? Zonder dat hij echt inhoudelijk naar die zaak kijkt. Hoe zou het juridisch loket dan los van de overheid moeten worden gepositioneerd? Want je zou dus eigenlijk hele onafhankelijke mensen daarin moeten hebben. Ook niet advocaten misschien, maar gewoon echt onafhankelijke mensen. Universiteit? Dit lijkt me een vraag voor meneer Van der Biggeler. Zou u hem kunnen beantwoorden, willen beantwoorden? Nou, ik zeg maar wat. U zegt niet maar wat, want anders zou u hier niet zitten. Vraagstelling is helder. Nee, ik wil zeker een poging maken. Het juridisch loket is een onafhankelijke stichting die opgericht is destijds door de raad conform artikel 7 van de wet op de rechtsbijstand. Dus daar zitten voldoende schotten, mag ik zo zeggen, tussen. Je kunt natuurlijk dezelfde positie innemen ten aanzien van een advocatuur die bij wijze van spreken volledig afhankelijk is van toevoegen. Wat is afhankelijk van de overheid en wat is niet afhankelijk van de overheid? Daar zijn protocollen voor, er is bezwaar en beroep mogelijk. En naar mijn smaak geeft dat voldoende zekerheid voor die burger om te zeggen dat is onafhankelijk genoeg. Goed, hartelijk dank. Volgens mij zijn er nu geen dringende vragen meer. Mag ik mevrouw Kwik... Had u nog een hele dringende vraag? Nou, heel dringend is hij natuurlijk niet. Alles is betrekkelijk in dit land. Maar misschien... wat ik zo vreselijk mis in deze hele platte bezuinigingen is een visie. En volgens mij is het best mogelijk om een visie te ontwikkelen. En ik vraag me af wat een aantal mensen aan deze tafel, maar ik denk in eerste instantie aan Hendriksen en zijn buurman, vinden van het idee van een wat volgens mij een aantal landen heeft in de Verenigde Staten en Australië, een soort verlof om te procederen, dus dat de rechter de poortwachter is. Daar zou denk ik misschien ook een bezuiniging te halen zijn en dan heb je toch toegang tot de rechter. Goed, kunt u in hele korte zinnen een antwoord geven op deze wat ingewikkelde vraag? Als u mij vraagt om het juridisch loket in te wisselen voor de rechter, dan is mijn antwoord dat moet je ogenblikkelijk doen. Dat lijkt me heel verstandig. Ik voorzie wel wat andere problemen. Het is een procedure en een procedure. Ik voorzie dat die rechter in een lastig pakket komt. Want als de rechter eenmaal zegt, spijt me zeer, hier wordt niet over geprocedeerd en er wordt toch over geprocedeerd. Die rechter, die eerst oordeel in de rechter lijkt ongelijk te hebben, dan leidt dat tot rimpelingen in de verhoudingen. Het lijkt mij lastig. Tegelijkertijd lijkt het me ook niet verschrikkelijk noodzakelijk. Het zou interessant zijn om te bezien welk deel van de uitgaven nu betrekking heeft op procedures en welk deel op adviestoevoegingen. Dus voor die laatste heb je het al helemaal niet meer nodig. Maar u hebt volkomen gelijk en ik hoopte daar ook een beetje toe opgeroepen te hebben straks. Kom alsjeblieft, laten we met elkaar een visie ontwerpen waar we ons ook voor wat betreft de toegang tot het recht met elkaar in kunnen vinden. Wij hebben van onze kant gezegd, we doen van harte mee. Dat is niet alleen de orde, maar ook zijn dat de specialisatieverenigingen. En erger nog, ik durf hier te zeggen, laten we kijken waar de spek op de botten zit op onderdelen van de rechtsbijstandsverlening. Haal het eraf, maximeer het, doe die indexering niet meer, maar ga niet door op dit heilloze plan. Eerst 115 en vervolgens 85 van de totaal 400 eraf. Het gaat stuk. Goed, helder. Meneer Feiner, heel kort graag. Ik vind de oplossingsrichtingen heel interessant en ik hoop dat er meer van dat soort oplossingsrichtingen goed onderzocht kunnen worden, maar eens met die motie Franke in kwalitatief onderzoek. Het is zo belangrijk. Er kan echt een heleboel, maar dan moeten we fundamenteel nadenken en niet beginnen met de bezuiniging en er een visie bij poneren. Dat werkt niet. Dank. Goed, dank u. We eindigen deze ronde met
De behoefte aan een visie, volgens mij zijn er alle inleiders die dat onderschrijven. En ik zie ook veel mensen ja knikken. Mevrouw Lokin, ik zie u nog met een vinger. Heeft u een hele laatste... Een allerlaatste vraag. Wat vindt het panel van een eventuele verplichte invoering van de rechtsbijstandsverzekering? Een verplichte invoering van de rechtsbijstandsverzekering? Nou, in één zin. Iedereen mag één zin wat mij betreft. Meneer Hendriksen? Ik vind de rechtsbijstandsverzekering, anders dan wel eens gesuggereerd wordt, wij als orde juichen die rechtsbijstandsverzekering van harte toe. Of daar nou advocaten aan meedoen of niet, voorziet er een behoefte. Mogelijk, en ik hoorde dat zojuist ook zeggen, dat 30% van de polissen wordt verkocht aan mensen die recht hebben op het stelsel. Dat is nogal wat. Laten we nou kijken of als we die 30% uit het stelsel kunnen halen, wat kennelijk kan, wat voor bezuiniging dat oplevert. Het is zomaar een gedachte die we vandaag aanhoren. Ik denk dat echt aan die onderkant, waar die 80% aan wordt besteed, de marginale bijstandsgerechtigde, die kan die premie niet betalen. Dat is nog een aspect. Twee belangrijke kwesties worden terecht niet gedekt door die rechtsbijstandsverzekering, maar gewoon als verzekeringstechnisch niet mogelijk is, strafrecht en familierecht. Dus hoe je het ook doet, daar moet je een vangnetje voor maken. Maar laten we nou eens kijken wat die 30% oplevert. Dat ziet u goed. Oké, 30%. Meneer Feiner. Ja. Probeert u het in één zin? Ja, die 80% is waarschijnlijk onverzekerbaar. En als je verplicht gaat verzekeren, dan gaan we ons model gaan we dan parallel zetten aan de zorgsector. En die inkomensstijgingen in de zorg die zijn veel groter geweest dan de stijgingen van ons budget. Dank u wel. Meneer Van Erven, u mag zo. Ja. Ja, nou, wij zijn uiteraard ook zeer geïnteresseerd om te praten over een meer verplichte verzekering, waarbij je bij verzekeren altijd kijkt naar een onzeker voorval en naar de wet van de grote getallen. Dat is zeker een opportuniteit om te kijken naar de 30%. Dus wat dat betreft, in een breed draagvlak kun je dat zeker doen, waarbij we ook nog een keer aan willen geven dat met name de voorkant, het ontsluiten van eenvoudige juridische oplossingen, op dit moment in de markt, want ik ben van de markt, een algemeen goed is. We krijgen echt veel telefoontjes van mensen overhangende takken en weet ik wat voor eenvoudige dingen. Maar er is dus echt duidelijk een behoefte en een veld om ook in de markt voor oplossingen te gaan zoeken. Hartelijk dank van iemand van het Verbond van Verzekerers. Hadden we ook geen ander antwoord verwacht. Meneer Peters. Misschien dat u ook van mij geen ander antwoord verwacht omdat wij daar geen voorstander van zijn. Het gaat voorbij aan de verantwoordelijkheid van de overheid om te voorzien in de financiering van het stelsel. Dat hebben we met z'n allen afgesproken, dat de overheid verantwoordelijk is voor een goede toegang tot het recht. En dan kun je de rekening niet bij de burger neerleggen. Dan heb je een verantwoordelijkheid als overheid om daarvoor te zorgen. Bovendien kunnen niet alle consumenten rechtsbijstandverzekering betalen. Daar hebben we het nu juist over de groep die krap bij kas zit. En mensen krijgen ook niet elk jaar een probleem. Die hebben af en toe een probleem. Dus om daar rechtsbijstandverzekering voor te nemen, dat is relatief te duur. Goed. Dank u wel. Meneer Van der Biggelaar, tot slot. Ja, ik zal het proberen in één zin te doen, voorzitter. Verplichting werkt niet, het verhoogt de premiedruk. Niet alles is gedekt, de polissen zijn niet transparant en helder. Dat zou eerst opgelost moeten worden, maar je moet hem vooral vast en zeker benutten als hij er wel is. Dank u wel. Hartelijk dank. Mag ik de inleiders heel hartelijk danken voor uw bijdrage, voor uw visie, creatieve oplossingen, kansen en uitdagingen. We nemen ze als Kamer allemaal graag aan. En ondertussen, terwijl ik de sprekers bedank, zou ik graag de volgende sprekers voor het volgende blok verhoging griffierechten achter deze tafel verzoeken willen plaats te nemen. Goed, hartelijk dank. Naast mij hebben plaatsgevonden mevrouw Van der Scheppel, Vereniging voor de Rechtspraak, meneer Bakker, Raad voor de Rechtspraak, meneer Van der Donk van de gerechtsdeurwaarders en meneer Lammers, VNO-NCW en MKB. Ook aan u. U krijgt per persoon 5 minuten om kort uw visie weer te geven. En ik zou dat ook weer in volgorde willen doen van de sprekers die zijn aangekondigd op het programma.
En dat betekent dat ik graag met mevrouw Van der Schep op zou willen starten. Alsjeblieft. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Dank ook hartelijk voor de uitnodiging om vanavond in uw huis te mogen spreken. Ik heb dat jongsleden februari nog mogen doen in de aanloop naar het mooie debat wat in maart heeft plaatsgevonden over de staat van de rechtsstaat. En daaruit put ik in ieder geval op voorhand al veel troost en gevoelens van dat wij de zorgen met elkaar delen. Ik heb een kort position paper doen toekomen aan uw senatoren. En ik zal dat op dit moment voordragen voor u. De NVVR, Nederlands Vereniging voor Rechtspraak, is ervan overtuigd dat een nieuwe en een forse verhoging van de griffierechters, zoals het kabinet dit voor ogen heeft, grote onwenselijke gevolgen heeft voor de burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en ook voor het functioneren van de gehele samenleving. Wanneer burgers en bedrijven om financiële redenen niet langer via de rechter hun rechten kunnen beschermen, zal dit maatschappelijke onrust, risico's en kosten met zich brengen. In de schaduw van het recht ordent zich immers de samenleving. En ik herhaal dat nog maar eens. In de schaduw van het recht ordent zich de samenleving. Zodra financiële overwegingen erin resulteren dat burgers niet langer procederen om hun recht te halen, vergroot dat de kans op onrecht en eigenrichting. Met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Naast het feit dat verhoging van de griffierechten negatieve gevolgen heeft voor de toegang tot de rechter, heeft de NVVR ernstige bezwaren tegen de economische benadering van rechtspraak, zoals deze uit het pakket van maatregelen rondom de stelselherziening rechtsbijstand en de verhoging van de griffierechten spreekt. De rechtspraak in burgerlijke zaken en bestuursrechtelijke zaken wordt voorgesteld alsof het een vorm van dienstverlening aan individuen is, een commodity om zo te zeggen, waarvoor een individuele burger wel of niet kan kiezen en waarvoor hij, als hij daarvoor gekozen heeft, een steeds hogere prijs moet betalen. Deze benadering is in de ogen van de NVVR ongewenst. De rechtspraak is een collectieve voorziening, een common good, zoals senator Hans Franke zojuist ook aangaf voordat hij vertrok, een common good. En het is een fundament voor een democratische rechtsstaat. Dat behoeft denk ik in dit huis geen nader betoog. Daarnaast constateert de NVVR onder haar leden, en dat zijn de rechters, een groeiend ongemak over de hoogte van de griffierechten, zeker waar het gaat over zaken waarbij mensen met ernstige financiële problemen betrokken zijn. De hoge griffierechten maken het probleem, waardoor deze mensen zich bij de rechter moeten melden, alleen maar groter. De NVVR is actief voorstander van innovaties binnen de rechtspraak en heeft begrip voor noodzakelijke bezuinigingen. Daarover geen misverstand. De voorliggende plannen omtrent de verhoging van de griffierechten en de stelselherziening rechtsbijstand betreffen echter verregaande versoberingen die de gang naar de rechter ernstig aantasten. De NVVR doet een beroep op de Eerste Kamerleden hier in dit huis om dit te onderkennen en de voorliggende plannen te beschouwen op meer dan alleen hun financiële consequenties. Ik dank u voor uw aandacht. Hartelijk dank. Duidelijk. Meneer Bakker, mag ik aan u het woord geven? Hartelijk dank, mevrouw de voorzitter. En ook van onze kant allereerst dank voor de uitnodiging om hier te spreken. En het is goed om te zien dat uw Kamer zich zozeer bekommert over de rechtsstaat en de toegankelijkheid van de rechtspraak. Ja, vanuit ons position paper wat de leden van uw commissie hebben gehad, zal ik een aantal highlights eruit halen. Het wetsvoorstel verhoging griffierecht is op dit moment aan de overkant aanhangig en het gaat daarbij om een aanzienlijke verhoging. Het gemiddelde percentage waarmee die rechten worden verhoogd is ongeveer 15%, waarbij met name de civiele zaken in hoger beroep het moeten ontgelden. En het betreft voor civiele en kantonzaken dan bovendien de zesde verhoging van de tarieven sinds 2010. Hogere griffierechten kunnen leiden tot een lagere instroom van zaken. En de toegankelijkheid van de rechtspraak komt dan ook in het geding. Er is in het vorige uur al een paar keer gevraagd naar modelmatige benadering. We werken op dit moment binnen de rechtspraak aan een model op basis waarvan de omvang van de vraaguitval berekend kan worden. Dat is nog wel werk in uitvoering, maar we hebben dit model intussen laten testen in Rotterdam door SEO. En het wordt als veelbelovend beschouwd door deskundigen.
maar het is nog work in progress. Intussen is het wel zover ontwikkeld dat het geschikt is om indicaties te berekenen van de orde van grootte van effecten van verhoging van griffierechten op het aantal rechtszaken. En dat er een effect is op die instroom van zaken staat naar onze mening vast. Maar ik zeg er wel gelijk bij dat wij daarover van mening verschillen met het ministerie van VNJ, die zich op ander onderzoek beroepen en wat zou aantonen dat er geen enkel verband bestaat tussen griffierechten en instroom van zaken. De Raad voor de Rechtspraak heeft in zijn advies over het wetsvoorstel al gewaarschuwd voor de gevolgen van het wetsvoorstel voor de toegankelijkheid van de rechter. Eerdere griffierechtverhogingen hebben naar onze mening al geleid tot een sterk verminderde instroom van de kleine incasso-vorderingen bij de kantonrechter. In de miljoenennota is aangekondigd dat de griffierechten iets minder fors verhoogd zullen worden. Intussen hebben wij net vandaag kennis genomen van de tweede nota van wijzigingen op het wetsvoorstel. Inderdaad worden de zogenaamde kleine kantonzaken tussen 500 en 1500 euro belang, wordt het griffierecht daar verlaagd in het voorstel van de tweede nota van wijziging. Maar de eerstvolgende categorie daarna wordt, om het zo maar te zeggen, dan dubbel gepakt, omdat dat om veel minder zaken gaat. En daar wordt het griffierecht weer aanzienlijk verhoogd. Ja, het is uiteindelijk natuurlijk een vraag van budgettaire dekking en niet van principe. Griffierecht is een belasting. Er is geen verband en er hoort geen band te zijn tussen de bekostiging van de rechtspraak en de begroting van de rechtspraak en de inning van griffierechten. Het is daarbij van belang te constateren dat het griffierecht niet alleen een drempel opwerpt tegen procederen en daarmee dus de toegang tot de rechter beperkt, maar dat het griffierecht via de kostenveroordeling natuurlijk altijd wordt betaald door de verliezende partij. Ook als deze zelf bijvoorbeeld als natuurlijke persoon een laag griffierecht verschuldigd is. Dus het lijkt zo aardig dat de rechtspersonen een veel hoger griffierecht betalen, maar in veel gevallen komt dat uiteindelijk natuurlijk toch gewoon bij de natuurlijke persoon terecht. Het is dus niet alleen een drempel voor de eiser, maar ook voor degene die zich wil verdedigen. Deze belasting die kan naar onze overtuiging in beginsel om twee redenen worden geheven. In de eerste plaats om de burger die wil gebruik maken van de rechtspraak als overheidsdienst een deel van de kosten daarvan in rekening te brengen. En in de tweede plaats om lichtvaardig procederen te voorkomen. Tegen deze achtergrond is de Raad een tegenstander van griffierechten die de kostprijs te boven gaan of in sommige gevallen ver te boven gaan. Zoals nu het geval is bij de kantonzaken, maar ook overigens bij een aantal andere gewone civiele zaken. Ook is de Raad een tegenstander van griffierecht of de verhoging daarvan met de uitsluitende bedoeling om gaten in de begroting te dichten. Daarvoor is de algemene belastingheffing het juiste instrument. Het verhogen van griffierecht treft immers alleen degene die weinig andere keus hebben dan van de voorzieningen van de rechtspraak gebruik te maken. Ten slotte wil ik eigenlijk nog dit zeggen. Het gaat vandaag om de toegang tot het recht. En die wordt aan de ene kant bedreigd door verhogingen van rechten en verlagingen van vergoedingen in de rechtsbijstand. Maar die wordt aan de andere kant ook nog bedreigd door bezuinigingen die worden doorgevoerd bij onder andere de rechtspraak. En die bezuinigingen die zullen op termijn, als zij op deze manier worden doorgevoerd, uiteindelijk ook de toegang tot de rechter gaan beïnvloeden. Ik wil daar nu in het kader van dit onderwerp niet verder op ingaan en volstaan met u een beroep op u te doen, op uw Kamer te doen, om het wetsvoorstel verhoging griffierechten kritisch tegemoet te treden en bij de behandeling van de begroting ook kritisch te zijn op bezuinigingen die op de rechtspraak worden voorzien. Dank u wel. Hartelijk dank, meneer Bakker. Voordat ik het woord geef aan meneer Van der Donk, denk ik dat ik een
U had het over een modelmatige benadering, berekening van uitval. U was wat cryptisch, het is een work in progress. Maar ik kan me zo voorstellen dat bij meer Kamerleden de vraag leeft, kunt u toch iets van een indicatie geven wat het dan betekent voor die uitval? Nou, dat is heel ingewikkeld. Wij zijn geconfronteerd, zoals ik u al vertelde, met een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum WODC van het ministerie van VNJ. Het WODC had onderzoek laten uitvoeren waaruit bleek dat er geen enkel verband zou bestaan tussen de verhoging van de griffierechten en de enorme daling in het aantal met name kleinere civiele zaken. Dat vonden wij, zacht gezegd, opmerkelijk. En daarom hebben wij langs een hele andere lijn een ander modelmatig onderzoek opgezet. En daar kwam uit dat er een fors verband bestaat tussen de afname van het aantal zaken en de verhoging van het griffierecht. Nou, wil ik het hier heel kort zeggen, op beide onderzoeken is het nodig af te dingen. Er is intussen ook al een buitengewoon interessante bijeenkomst van deskundigen over geweest om te kijken welk model succesvoller is, welk model eigenlijk bij nader inzien zou moeten worden gecorrigeerd en welk niet. Wij hebben van onze kant het SCO in Rotterdam gevraagd, laten jullie nou eens je wetenschappelijk licht schijnen over ons onderzoek. En daarvan is het resultaat, dit is veelbelovend onderzoek, maar het is nog niet klaar. Dus ik kan niet, en dat ga ik hier ook niet doen, zeggen het is 40% daling of 30% daling. Daarvoor zal dat onderzoek eerst verder moeten worden vervolmaakt. Want anders trap ik in een val die ik eerder anderen verwijt. De vraag wordt gesteld, hoe lang duurt dat nog voordat er wel kwantitatieve cijfers komen? Dat zijn dan de cijfers op basis van ons onderzoek. En ik houd er voorlopig rekening mee dat wij daar nog wel een half jaar tot een jaar voor nodig hebben om dat op te leveren. Ver na ons debat hier in deze Kamer. Hartelijk dank. Ja, ik weet dat juristen niet van cijfers houden, maar ik heb u helaas geen kwantitatieve uitspraak kunnen ontlokken. Ja. Wel veel dank voor uw uitleg. Meneer Van der Donk, mag ik aan u het woord geven? Wel zeker, en ik zal de uitdaging om op cijfers in te gaan wel oppakken. Maar vooraleer ik daarop inga, ook namens de KBVG dank om voor u een inleiding te mogen geven rond het thema griffierechten. En die gelegenheid neem ik graag te baat om, voor zover dat nog nodig is in een gezelschap van bijna louter juristen, ook de rol van de gerechtsbewaarder binnen het rechtsbestel kort even toe te lichten. En zoals verzocht zal ik daarna mijn licht laten schijnen op de griffierechten. En die inleiding zal een sterk feitelijk karakter kennen. De uitnodiging bleek immers dat de commissie vooral geïnformeerd wil worden over relevante cijfers en feitelijke omstandigheden. Meer concreet in hoeverre de bezuinigingen die nu voorgenomen zijn op het terrein van griffierechten leiden tot knelpunten. Nou, daar kan ik uit ervaring wel wat van zeggen. Cijfers zijn lastig te genereren, ik onderschrijf dat. Ook vanuit het betoog van de heer Bakker van de Raad voor de Rechtspraak, die ik overigens voor zijn inleiding buitengewoon bedank. Wij trekken vaak schouder aan schouder op, maar ik kan me niet herinneren in het recente verleden dat we het zo erg eens waren. Dus dat zal de strekking van mijn betoog ook zijn vandaag. Nogmaals, cijfers zijn wat lastig. Ik onderschrijf dat het WODC-rapport, zal ik zo dadelijk ook iets over zeggen. Het CO-rapport ben ik buitengewoon geïnteresseerd in, maar daar moeten we dus nog even op wachten. Maar vanuit de dagelijkse praktijk van de gerechtsdewaarder en van dus de beroepsorganisatie voor gerechtsdewaarders kan ik u wel wat feitelijke informatie daarover geven. Wellicht een korte blik dan toch even op het werkterrein van de gerechtsdewaarder. Nogmaals, in een gezelschap van juristen, zelfs ook leraren, zit de gerechtsdewaarder op het terrein van, laat ik het maar noemen, de dagelijkse rechtspraktijk. Veel op het gebied van de kantonrechtspraak. En de kleine incassovordering die de Bakker al memoreerde, ja, daar zit voor een heel groot deel ons uitvoeringsterrein. Los even van natuurlijk het domeinmonopolie dat er ligt op de civiele executie. Laten we zeggen dat de tenuitvoerlegging van alle vonnissen, beschikkingen, dwangbevelen en welke andere titels dan ook in handen van de gerechtsdewaarders liggen. Als u daar de uitzondering van de fiscale en voor een deel de lagere overheden en het sociaal verzekeringsrecht even buitensluit. Dat is natuurlijk ook de rol die het meest belicht wordt in persen en vanuit de ombudsman en allerlei mensen die wat van het functioneren van de gerechtsdewaarder willen vinden. Maar tegelijkertijd voor vandaag ook het minst interessante onderdeel. Vandaag wat mij betreft centraal de rol van de gerechtsdewaarder als de procesinleider. En totdat kei in werking is getreden spreken we dan voor deurwaarders over met name de dagvaardingen. Want we hebben het wat ons betreft over de dagvaardingsprocedures, de verzoekschriftprocedures.
Met name persoon- en familierecht en arbeidsrecht en dergelijke onttrekken zich voor een deel aan ons gezichtsveld. Dus die moet ik even buiten beschouwing laten. Kijken we dan naar cijfers. Er zijn cijfers uit het verleden, die wil ik toch genoemd hebben. We hebben ze recent ook teruggezien in een artikel in het Financieel Dagblad. We constateren een daling en die cijfers die verzinnen we niet, die komen volgens mij van de Raad voor de Rechtspraak. We komen uit van 2010 in een aantal van 658.000 handelsvorderingen. En dat daalt naar 2013 tot 501.000 handelsvorderingen. Dat is een daling over 3 à 4 jaar van 24%. En dan zien we dat het WODC-rapport daar ook een visie op geeft. Die zeggen, we kunnen eigenlijk niet eenduidig concluderen of dat nu een effect is van de griffierechtstijgingen, of dat het wellicht ook aan andere oorzaken ligt. Men betrekt daar de wet op de incassokosten bij, men betrekt daarbij de competentiegrensverhoging van 5 naar 25.000 euro. En zegt eigenlijk, met name doordat er 3 onderzoekers het woord voeren, krijgen we 3 meningen. Dat is hetzelfde als met advocaten. Als je er 3 naast elkaar zet, krijg je 3 verschillende uitspraken. Het WODC-rapport zegt onder redactie van Ronald Eshuis en Frank van Tulder overigens dat die daling dus moeilijk te correleren is met de verhoging van het griffierecht. Ik heb daar vanuit mijn eigen visie echt een andere mening over. Het WODC-rapport bevatte veel modellen, overigens een heel fraai model, maar wellicht zeker het logaritmische schaalmodel voor wiskundigen nog interessanter dan voor juristen en voor de rechtspraak. In mijn visie, maar u wilt het mij vergeven, ik ben gerechtsdewaarder, dus zit dagelijks heel in de praktijk, is het een erg academisch rapport. En voor zover uw commissie hier, uw senatoren hier, door feiten geïnformeerd worden, wil ik wel graag die lacune die ik zie in dat rapport adresseren. Als deurwaarder, gerechtsdewaarder zitten we dagelijks in nauw contact met de opdrachtgevers. Nou, juist die opdrachtgevers die opereren in het gebied dat de heer Bakker al aanhaalde als de kleinere, de lagere incassovordering. En met name bij 500 euro, bij een vordering van 500 euro, is die omslag in hoogte van het griffierecht echt dramatisch te noemen. En het is heel terecht dat de inderdaad vrijdag verschenen tweede nota van wijziging daar nu een nuance in aanbrengt. Ik ga er zo nog even op in. Maar ondanks de voorgestelde wijziging, toch even aandacht voor het effect dat dit griffierecht dat dat tot op heden nog bestaat, dat heeft. Bedenk dat u voor een vordering van 500 euro, incasso van een vordering van 500 euro, 460 euro griffierecht moet voorfinancieren. En dat moeten partijen zelf voorfinancieren. En ik spreek elke dag met die opdrachtgevers die zich geconfronteerd zien met rekeningen van tot 500, net boven 500 euro, die onbetaald blijven. En ik moet tegenwoordig die opdrachtgever vragen om dat zelf voorfinancieren. In vroeger tijden was het nog wel mogelijk dat de deurwaarder dat uit eigen zak voorfinancierde in afwachting van de goede afloop van dat geschil. Maar volgens recente regelgeving mag dat niet. Ik zeg dat niet om de deurwaarder in een vervelende positie te brengen. Dat is de realiteit. Maar alleen om aan te tonen dat wij nog frequenter dan voorheen met die opdrachtgever aan tafel zitten en nog intensiever contact hebben met die opdrachtgever, die ik steeds moeilijker kan bewegen om zijn vordering aan de rechter voor te leggen. Terwijl het, met respect, geen juridisch heel hoogdravende procedure is. Het is een simpele incassoprocedure waarbij we van de rechter, hoe zal ik het onbeleefd zeggen, niet een hele sexy uitspraak verwachten. Het is ook niet een hele inspannende zaak, maar het is een gewone incassovordering. En je moet denken aan een vordering van telecombedrijven, energiebedrijven, waterleidingbedrijven. Hoe kleiner, hoe beter denkbaar. Dus de doorbelasting van de vorderingen die op deze manier niet geïncasseerd worden, vinden wij met z'n allen terug in de prijzen die uw telecomaanbieder, uw energieleverancier, uw waterleverancier u in rekening brengt. Wat we ook zien, voordat ik dan toch even naar de tweede nota van wijziging kom, is uitwerkmanoeuvres in de sfeer van de rechtspraak. En ik hoor daar een aantal opmerkingen over, ja, die ik toch ook moet benoemen. We zien pogingen van procespartijen om dan maar deelvonnissen te halen. Een vordering van enkele duizenden euro's die in eerste instantie beperkt wordt tot de welbekende 499 euro om het griffierecht maar te matigen. En dan krijg je die vervelende 2-trapsraketten of zelfs wel 3-trapsraketten. We zien ook, en ik hoor ook dat eerder benoemen, rechterlijke correcties in plaats van politieke borging. Een fantastisch mooie uitspraak. We zien, ik zag vrijdag nog een uitspraak waarbij een zaak aan de voorzieningenrechter wordt voorgelegd en die zei, ja, precies, prima vordering, wijs hem helemaal toe. Maar u had met deze vordering ook bij de kantonrechter terecht gekund, dus ik matig de toegewezen proceskosten van 1800 euro naar 400 euro. Dat betekent dat de schuldeiser gewoon blijft zitten met een heel stuk proceskosten.
Dat gezegd moet ik zeggen dat ik de voorbereiding van vandaag, ik ben bijna klaar, ik zie u naar de tijd. En dat ik de voorbereiding van vandaag voor een heel stuk in de prullenbak heb mogen gooien toen de tweede nota van wijziging verscheen en de extra staffel is verschenen. Daar hebben we langer voor gepleit, dus wat dat betreft hulde voor de nota. En het lijkt een compliment waard, maar tegelijkertijd hoor ik heer Bakker zeggen, en ik onderschrijf dat van harte, worden we in de tweede staffel net zo hard of eigenlijk nog veel harder teruggepakt. Het klinkt een mooie verlaging in de eerste staffel, geef je recht terug naar €327. Dat is een verlaging van, zegt men eufemistisch, 30%. Daarentegen is de stijging in de tweede staffel van €1500 tot €12.500 naar bijna €700 een stijging van 50%. En daar hebben we het echt over een enorm groot verschil. Dat terecht, als heer Bakker aantoont, vrijwel altijd voor rekening komt voor de verliezende partij. En dat is in 9 van de 10 gevallen de consument die zich dus, geconfronteerd ziet met een enorme stijging van de proceskosten. En dat geldt met name voor de consumentgedaagden, want daar heb ik dan in de dagelijkse praktijk het meeste mee te maken. En als we zien wat er nu in de tweede nota van wijziging gebeurt, dan wordt het probleem dus feitelijk alleen verlegd van vorderingen rond de €500 naar vorderingen rond de €1500. En ik voorzie daar echt een probleem, omdat de vorderingen voor de kantonrechter rond de €1500 voor een heel groot deel bestaan uit vorderingen vanuit de sociale advocatuur, waar nou juist die 2 à 3 maanden huur worden gevorderd van de huurder. En dat betekent dat de investering voor de sociale verhuurder om te kunnen procederen aanzienlijk vergroot wordt. En dat de proceskostenstijging in het tarief is €237, reken u het uit, dat is gewoon een halve maand huur. En dat is een halve maand huur voor die consumentgedaagden, ja, waar het gedrag toch al zwaar is. Dus als u mij vraagt wat is de oplossing? De oplossing, denk ik, zit hem in een extra staffel voor de lager incassovorderingen. Die staffel verdient zichzelf echt terug. Ik heb daar geen keiharde feiten voor. Ik zie alleen dat in die reeks van incassovorderingen opdrachtgevers gewoon simpelweg niet procederen. En het verlagen van het griffierecht verhoogt de wens van de opdrachtgever om die procedures wel te gaan voeren. Ik dank u bijzonder. Hartelijk dank voor uw heldere betoog. Vooral ook uit de praktijk is het mooi om dat van u te horen. U had het over die extra staffel. Waar moet ik die zien? Want er is al een extra staffel ingebouwd, heb ik begrepen. Er zit nu een extra staffel rond de €500. Die gaat tot €1500. Daar is het griffierecht aanzienlijk lager dan dat het op dit moment is. Maar daarentegen is de staffel boven de €1500 tot €12.500. Daar is het griffierecht aanzienlijk omhoog gegaan met maar liefst 50%. Dus als je echt reëlere griffierechtvergoeding wil hebben, dan zul je nadere nuances in die griffierechten moeten aanbrengen. Oké, dan ziet u daar die extra staffel. Helder. Gelet op de tijd zou ik meteen door willen gaan naar meneer Lammers, vertegenwoordiger van VNO-NCW en MKB. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook van mijn kant dank voor de uitnodiging. Ik vrees dat het zomaar een beetje eentonig zou kunnen worden wat betreft de inbrengen. Maar dat maakt het wel makkelijk, want dat betekent ook dat ik veel minder lang nodig heb wellicht. Een paar zaken licht ik graag uit het position paper, wat ook wij hebben toegestuurd. Ten eerste denk ik is het goed om even op te merken wat ook alweer het doel is van de griffierechten. De heer Bakker wees daar ook eigenlijk al kort op, dat het aan de ene kant een instrumentele functie heeft, namelijk lichtvaardig procedure voorkomen, en aan de andere kant een financiële functie, een bijdrage leveren aan de procedure. Daar is op zich niks mis mee, denk ik. Je moet alleen kijken dat die twee functies wel goed in balans zijn. En dat terwijl die twee functies goed in balans zijn, dat je dan ook de toegang tot de rechter voor alle partijen en ook in alle procedures waarborgt. Wij zijn ook niet principieel en op voorhand tegen verhogingen van griffierecht, maar je moet wel kijken naar die balans om die goed te vinden. En als je dan het griffierecht wil verhogen, dan is het wel duidelijk dan moet het wel duidelijk zijn welk doel je daarmee wil bereiken. En moet je ook op voorhand weten wat daarvan de effecten zijn. En ik denk dat uit wat er al veel gezegd is, blijkt dat beide misschien hier wat mistig zijn. Wat betreft het doel, en ik heb me er eigenlijk wel een beetje over verbaasd als je in de memorie van toelichting kijkt en ook in het nadere rapport wat er dan over gezegd is. Maar in ieder geval wordt door het kabinet sterk ontkend dat het doel is om het aantal zaken terug te dringen.
Overigens wordt er dan niet echt ingegaan op welke zaken wel en welke zaken niet worden teruggedrongen, maar dat nog even terzijde. Maar als dat niet het doel is, dan kan je eigenlijk alleen maar vaststellen dat het invullen van een bezuinigingstaakstelling het doel is wat hier bereikt moet worden. Dat is in ieder geval het belangrijkste doel. En dat vind ik dan weer niet terug in het doel van de griffierechten. Dus de vraag is of dat een terecht doel is. En ik denk dat de heer Barkhuizen daar ook al het een en ander over heeft gezegd. Dus dat wat betreft het doel. Nou, wat betreft de effecten, daar is het ook niet echt duidelijk wat de effecten zijn. En ik denk dat dat het duidelijkste wordt geïllustreerd, naast hetgeen wat mijn voorgangers al hebben gezegd, door de tabel die het kabinet heeft opgenomen in het wetsvoorstel zelf. Van de spreiding van civiele zaken in hoger beroep tussen 0% en 16%. Ik heb daar wat moeite mee. En vooral omdat je dan niet precies weet welke zaken er wel of niet uitvallen. Dus ik denk dat het voor wat ons betreft het allerbelangrijkste is dat er eerst duidelijkheid komt wat nou de effecten zijn van deze of welke verhoging dan ook. Wat ons betreft zou je dan moeten kijken naar de verschillende categorieën en dan misschien nog, of niet misschien, dan verder uitgesplitst dan ze nu in de memorie van toelichting zijn. En waarbij het volgens mij ook terecht is om niet alleen maar naar de griffierechten te kijken, want alhoewel ik het eens ben met de vorige spreker dat het verhogingen van 50% of 70% zijn, uiteindelijk moet je denk ik kijken naar de effecten die het heeft op de totale kosten van het voeren van een rechtszaak, want uiteindelijk is dat de doorslaggevende factor, lijkt mij. En als dat dan gebeurt, en ik denk dat pleidooien voor systematische onderzoeken daar genoeg voor gedaan zijn, daar sluit ik me graag bij aan. Als dat dan gebeurt, dan zou ik zeggen dat er speciale aandacht voor moet zijn voor zaken onder de 1000 euro. Ik ben me bewust van de tweede nota van wijziging, maar ik denk dat die toch extra bekeken zouden moeten worden. Maar ook zeker zaken van een belang van meer dan 1 miljoen, want daar zijn de verhogingen ook nogal stevig. En het valt mij op dat er heel veel aandacht is voor zaken in eerste aanleg, maar vergeet ook vooral hoger beroep en cassatie niet. Want als je in de eerste instantie je zin niet hebt gekregen, of andersom dat iemand anders zijn zin heeft gekregen tegen jouw zin in, dan is het toch wel aardig dat je daar nog tegen in beroep kan en dat niet een illusie blijkt. Dus om af te sluiten, voorzitter, wat ons betreft zou er eerst een hele duidelijke en goede impactanalyse moeten plaatsvinden van dit of welk voorstel dan ook, voordat hiermee verder wordt gegaan. Dus ik zou iedereen hier aanmoedigen om zich daarachter te stellen. Dank u wel. Hartelijk dank, meneer Lammers. We zijn toe aan vragen. Mevrouw Kwik, u steekt als eerste uw vinger op, dus u hebt ook als eerste het woord. Dank u wel. We hebben het hier gehad over de uitval van zaken, maar bij familiezaken, als je wil scheiden, dan moet je per se naar die rechter. En de VAS heeft niet een berekening gemaakt, maar erop geattendeerd dat als je bezuinigt op de begeleiding van de advocatuur of de mediator in dat hele proces, voornamelijk als er kinderen zijn, dat gaat leiden tot hogere kosten op het gebied van strafrecht, onder toezichtstellingen, dus hogere maatschappelijke kosten, vaker procederen, terugkomen voor de omgangsregeling die niet loopt. Herkent u dat? En aan wie stelt u de vraag? Nou, ik denk aan mevrouw Van der Scheppop of meneer Bakker, maar misschien mevrouw Van der Scheppop. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik niet kan beamen dat ik het herken. Ik kan het wel invoelen dat het zo werkt. Want dan spreek je over die multiproblematiek die bestaat. Als rechter, en daar ga je dan, zit je in een bepaald rechtsgebied. En ik zelf ben strafrechter, dus ik zie de strafzaken. Wij proberen natuurlijk het overzicht te houden en te weten wat er ook tegelijkertijd in het civiele gebeurt. Met kinderen uit huisplaatsingen of nou ja, alle zaken die, laten we zeggen, buiten de kolom van het strafrecht gebeuren. Dus ik kan het alleen maar vanuit mijn intuïtie beamen, dat ik zou denken, ja zeker, dat zal er zeker aan de hand zijn, ja, dat zal er dan gebeuren. Vanuit mijn professie kan ik dat niet beamen. Meneer Bakker? Nou, eerlijk gezegd is de opmerking van mevrouw Kwik mij nogal uit het hart gegrepen, want we proberen juist voortdurend vanuit de rechtspraak duidelijk te maken dat weliswaar de kosten voor rechtspraak deels op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie drukken,
maar dat de opbrengsten in de praktijk heel erg anders vallen. En dat geldt bijvoorbeeld ook in het familierecht, waar als wij erin zouden slagen om de vechtscheiding deels om zeep te helpen, om dat maar even zo botweg uit te drukken, dat we dan enorm veel maatschappelijke kosten zouden besparen op het gebied van arbeidsverzuim, ziektekosten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is uit allerlei onderzoek bekend dat er een multiplier zit op de kosten van rechtspraak en de maatschappelijke opbrengsten daarvan. Dus die multiplier is iets van een factor 4. Dus voor iedere 100 miljoen die je uitgeeft, krijg je zoiets maatschappelijk gesproken van 400 miljoen terug. Toch een cijfer, dank u wel. Meneer Van der Donk. Ja, heel kort dan, want als gezegd, persoon- en familierecht en aanpaande trajecten die onttrekken zich voor een groot deel aan ons gezichtsveld. Wel hebben we zicht op multiproblematiek en dan gaat het met name over schuldenproblematiek. En dan zitten we hier denk ik wellicht bij de verkeerde commissie. Maar de effecten van het voorstel dat we nu op tafel hebben liggen, de verhoging van griffierechten, die hebben absoluut impact. En ook op andere gebieden. Er is onlangs een onderzoek verschenen van mevrouw Jongman, lector aan de Hogeschool in Utrecht, over de maatschappelijke kosten van schulden. En maatschappelijke kosten van schulden zijn enorm. En dan zien we meer op de onmogelijkheid van de schuldeis om zijn vordering te incasseren. Dus dat is niet helemaal een antwoord op uw vraag, maar meer het antwoord op vanuit mijn vakgebied. Hartelijk dank. Mevrouw Lokin, ik heb het vermoeden dat u ook een vraag heeft. Ja, ik met name met betrekking tot die maatschappelijke kosten, dan zou je dus kunnen zeggen, of de redenering kunnen volgen, dat door verhoging van de griffierechten er minder gevorderd wordt van diegenen die schulden hebben gemaakt, waardoor wij allemaal hogere voorzieningen moeten betalen, terwijl ik ook nog van oordeel ben dat juist de rechtspraak, de kosten van de rechtspraak, nou eenmaal een core business is van de staat. Dat is natuurlijk, ja, ik bedoel, ik hoef geloof ik niemand te overtuigen van deze kwestie. Dus het lijkt mij persoonlijk, ik spreek namelijk niet namens mijn fractie, ik ben van de CDA-fractie overigens, maar daar wringt toch wel iets heel, heel ernstigs, lijkt mij zo zoetjes aan, dat toch duidelijk moet zijn. Het is meer een constatering dan een vraag, moet ik eerlijk zeggen. Sorry, dan nemen we kennis van uw constatering, tenzij een van de inleiders daar nog op wil reageren. Meneer Bakker? Nou, als u mij die gelegenheid geeft, graag. Want dan zou ik graag willen zeggen dat u gelijk heeft. Je kunt de toegang tot de rechter beperken, maar daarmee is het conflict niet opgelost. Dus dat conflict blijft bestaan met alle kosten van dien. En ik ben het helemaal eens met de heer Van der Donk. Die kosten worden uiteindelijk natuurlijk ergens verhaald. Zo simpel is het. Meneer Lammers? Ja, dank u wel. Ik denk dat die gevolgen verstrekkend zouden kunnen zijn. Want neem een gewone MKB-ondernemer die als hij iedere keer als hij 500 euro te vorderen heeft, niet naar de rechter stapt. En je werkt daar een soort van freerider gedrag mee in de hand wellicht. Wat dan vervolgens natuurlijk effecten gaat hebben op werkgelegenheid. En dus de repercussies van dit soort zaken die zouden heel ver kunnen strekken. Vandaar ook mijn pleidooi om te weten wat de effecten zijn. Meneer Van der Donk, tot slot. Ja, één zin dan hoor, want ik heb er al voldoende aandacht aan besteed, denk ik, in mijn inleiding. Ik wil niet onder stoelen of banken steken dat ik het probleem nu echt zie opdraven bij de sociale verhuur. En dat is denk ik een punt dat ons met grote zorg zou moeten vervullen. Het zijn de meest kwetsbaren in de samenleving, afhankelijk van de sociale verhuur, die zich dadelijk geconfronteerd zien met 50% verhoging griffierechten. Dat is een enorme impact. En ja, dus de sociale verhuurders zijn ook geen garantitieve instelling, dus dat komt terug in de huurprijzen. Zo simpel is het. Hartelijk dank, duidelijk. Mevrouw Strik. Ja, dank u wel. Het haakt een beetje aan op de vraag van mevrouw Lokin-Sassen. De rechtspraak als collectieve voorziening. Hè. Het kabinet heeft inderdaad een dubbele motivering. Enerzijds budgetair, maar anderzijds van willen we de toegang open houden tot de rechtspraak. Dan moeten we juist deze maatregelen ook nemen. Zie je een beetje teruglezen in de memoire van toelichting. Omdat het kabinet zegt zonder maatregelen lopen de werkvoorraden sterk op en worden de doorlooptijden langer. U haalt dat ook aan in uw notitie. De vraag is, het kabinet noemt ook andere maatregelen, hè, van meer digitalisering van de rechtspraak, een meer efficiënte bedrijfsvoering.
Hoe kijkt u daarnaar? Vindt u het inderdaad ook een probleem dat die werkvoorraden oplopen? Meent u dat de andere maatregelen daar voldoende oplossing voor bieden? Of zou je moeten zeggen, gelet op het principe, de rechtspraak is een collectieve voorziening, moet er gewoon meer geld bij op het moment dat we een grotere werkvoorraad hebben? Meneer Bakker. De werkvoorraad loopt helemaal niet op, dus dat is makkelijk. En dat kan ook niet, want wij hebben een financieringssysteem waarin we voor iedere zaak geld krijgen. Dus als er meer zaken zijn, krijgen wij meer geld. En daar kan hooguit een vertraging in zitten, omdat als er een snelle piek is, dan moeten wij extra personeel inhuren en dan kun je dus een hobbel krijgen. Maar in beginsel is dat helemaal niet aan de orde. Ik zou er graag op willen zeggen dat het zo is in Nederland dat de zelfredzaamheid van de burger, waarover het vorige uur werd gesproken, tot een zodanige grote hoogte is opgevoerd dat in 96% van de gevallen de burger alle conflicten zelf oplost. En dat slechts in 4% van de gevallen de rechter eraan te pas moet komen. En daar zitten dan alle incassozaken, en dat is bij ons nog verreweg het grootste deel van het pakket, maar wat bijna wat maar heel weinig capaciteitsinzet vergt, die zitten daar allemaal nog in. Dus het gaat om juist een heel klein percentage van de conflicten die maar aan de rechter worden voorgelegd, maar die een enorme uitstraling hebben, omdat in de schaduw van het werk van de rechter burgers zich bewust raken van hun rechtspositie en dus in staat zijn om die andere 96% gelukkig zelf te regelen. En als er problemen bij de rechtspraak ontstaan, dan ontstaan ze eerder door budgettaire tekorten aan onze kant, waar ik net al even op hintte, dan door andere vraagstukken. En natuurlijk zal de digitalisering bij ons de nodige efficiëntiewinst gaan opleveren. Het probleem is alleen dat die efficiëntiewinst die gaat pas ongeveer vanaf 2019 geld opleveren. Maar die wordt al vanaf 2016 afgeroomd. Dus daar hebben we nog wel een klein debat over met de minister, vrees ik. Hartelijk dank. Mevrouw van der Schepel, wilt u daar nog iets over aan toevoegen? Misschien heel kort nog in een aanvulling op wat de heer Bakker net zegt over de digitalisering. U weet daar ongetwijfeld van, maar de rechtspraak is momenteel erg druk bezig om die slag van papier naar digitaal te maken. Meneer Bakker raakte dat net al even aan. Vanuit zeg maar, de rechters kan ik dat beamen. Ontzettend veel mensen worden nu van het werk, als het ware, weggezogen om mee te werken aan die slag, aan dat keien, kwaliteit en innovatie, dat grote project wat er draait. Dat gaan wij de komende jaren, zijn wij daar nog erg druk mee doende. Dat vraagt veel capaciteit, vraagt veel menskracht. En ik heb het meneer Bakker niet horen zeggen, maar ik weet wel dat het in zo'n position paper staat. De rechtspraak heeft daar geen geld voor van de politiek gekregen om dit programma te draaien. En ik denk wel dat eigenlijk te veel gevraagd is. En Frits geeft net ook aan, vanaf 2016 wordt er afgeroomd van de rechtspraak, terwijl het rendement moeten we nog maar eens zien wanneer dat gaat komen. Wij willen digitaal, we moeten digitaal, we willen dat ook, hè, we moeten mee met de ontwikkelingen, maar dat gaat de komende jaren ontzettend veel van onze inspanning vragen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw van der Schepel. Meneer Van der Donk, nog een zin hier aan toevoegen? Ja, ik mocht één zin van u, zal ik graag doen. KEI is een project dat we met grote belangstelling volgen, waar we met de Raad van de Rechtspraak ook heel intensief samen optrekken om te zorgen dat die procedures veel digitaler kunnen. De vraag is, en ik betwijfel het zelf hoor, of daar nog een hele grote efficiëntieslag uit zou komen. Ik begreep dat de kosten van een verstekzaak, we hebben het over die lage incassoprocedures, de kosten van een verstekzaak, ja, die zijn in de orde van, ik laat me door meneer Bakker weer spreken als ik het verkeerd heb hoor, in de orde van 12, 13 euro. Nou, dat meneer valt Bakker niet meer op, dus dat valt klopt. Niet hard meer op te bezuinigen. Goed, dank. Mevrouw Lokin. Ja, misschien naar aanleiding ook van wat mevrouw van der Schepel heeft gezegd. Ik vind het van de ene kant jammer dat de heer Bakker niet zijn hele position paper heeft voorgelezen. Want het dat laatste kunnen we stuk, nalezen. Ja, dat kunnen we nalezen natuurlijk. Maar het laatste stuk, dat is op mij uit het hart gegrepen. Ik heb de gelegenheid gekregen van de Raad voor de Rechtspraak om een tour door het land te maken langs een aantal gerechten en gerechtshoven. En daar is één algemene klacht uit naar voren gekomen. Namelijk dat iedereen aan de grens van zijn kunnen aan het werk is.
dat de kwaliteit, dat rek er inderdaad helemaal uit is. Alles wat u daarin vermeldt, dat heb ik alleen maar bevestigd gekregen. En een majeure reorganisatie op drie fronten, we hebben het gezien bij de politie, met een bezuinigingsronde daarbij, dat is natuurlijk, dat is eigenlijk vragen om rampen. En dat kan natuurlijk bij de rechtspraak niet, kan niet worden getolereerd eigenlijk. Meneer Bakker, ik denk dat u wat wilt zeggen. U krijgt van mij nu het woord. Ja, ik vind het om te beginnen heel aardig van mevrouw Lokins. Ik was natuurlijk weer gegrepen door de behoefte om zeker in dit huis de tijd die mij was toegemeten niet te overschrijden. Maar gelukkig hebt u van het position paper goed kennis genomen. Die werkdruk is inderdaad een majeur probleem. Toch denk ik op basis van de enorme inzet en loyaliteit van de mensen die bij de rechtspraak werken, dat wij dit allemaal voor elkaar gaan krijgen. Maar dat zal, zoals mevrouw van Schepop al zei, een enorme inspanning vragen. En vergt op dit moment het uiterste van de mensen. Dat neemt niet weg dat wij er, en dan beperk ik het maar weer even tot deze discussie, dat wij dan zoiets hebben van, ach, doe dan gemakshalve maar een enorme verhoging van het griffierecht, waardoor er misschien 100.000 zaken afvallen. Want dat schiet bij ons helemaal niet op. Dan krijgen we ook voor 100.000 zaken minder geld. Dus daar worden we helemaal niet beter van. En de burger, om wie het allemaal gaat, deze hele operatie die wij uitvoeren, die doen we voor de burger, die doen we voor de maatschappij, die doen we niet voor onszelf. Die wordt er slechter van. Dank, helder. Ik heb het... Ja, meneer Lammers, u hebt nog een nabrander volgens mij. Een nabrander die toch eigenlijk ook wel prima past bij wat er net gezegd was. Wij hadden inderdaad in ons position paper even dat zinnetje opgenomen over die werkdruk en dat het dan nodig is om de griffierecht alsnog te verhogen. Maar meer om te benadrukken hoe tegenstrijdig dat eigenlijk is. Want als het dan gaat over allemaal lichtvaardige zaken die gevoerd zouden worden, dan zou dat nog enige nut en reden hebben, maar dan heeft het waarschijnlijk niet zoveel te maken met die werkdruk. Dus het verhoudt zich heel slecht tot elkaar. Dus uiteindelijk denk ik dat als je het helemaal op de kepen beschouwt, of tenminste als je er goed doorheen kijkt, dat uiteindelijk de bezuinigingstaakstelling de enige reden is waarom dat we hier nou zitten. Is er nog iemand die behoefte heeft aan nadere vragen of nog nadere aanvullingen, opmerkingen? Eventuele statements worden tijdens het debat gedaan op 16 december. Misschien een van de inleiders nog die nog een laatste hartekreet kwijt willen, want u zit niet bij bij het debat. Meneer Bakker. Zou ik mogen een aansluiting op wat meneer Lammers zei? Zou ik eigenlijk alleen nog maar als statement kwijt willen? Er wordt in Nederland helemaal niet lichtvaardig geprocedeerd. Procederen is in Nederland een buitengewoon kostbare aangelegenheid. Ook met de huidige griffierechten. En ook met de huidige eigen bijdrage in de rechtsbijstand. En laat staan, als je geen rechtsbijstand krijgt, dan is het helemaal peperduur, zal de heer Hendricks beamen. Dus er wordt helemaal niet lichtvaardig geprocedeerd. Ik zou dat toch nog wel even gezegd willen hebben. Ik zie mevrouw van der Schep op knikken, die is het daarmee eens. Ja, van harte. Van harte mee eens. Meneer Van der Donk, nog een laatste hartekreet of iets dat u absoluut nog kwijt wilt? Nou ja, de lichtvaardig procederen, dat is absoluut niet aan de orde. Ik zou vooral willen waken voor het toch beschermen. En dan sluit ik een beetje aan bij de inleiding van meneer Barkhuizen. Die een heel mooi betoog over 6 EVRM deed. Maar het effect van dit soort maatregelen is weer een grotere mate van eigenrichting. En ik denk dat we heel veel moeten doen om dat te voorkomen. Heel hartelijk dank, meneer Lammers. U knikte ja of nee, dat kan ik niet goed duiden. U schudde nee. Oké, hartelijk dank. Dan stel ik voor dat wij tot een afronding komen van deze deskundige bijeenkomst. Mag ik alle inleiders heel hartelijk danken voor uw bijdrage van vanmiddag. U heeft zeker stof tot nadenken gegeven. Meneer Barkhuizen begon met te zeggen, we kennen de effecten niet. En we eindigen eigenlijk deze middag met nog een keer die constatering van wat zijn nou eigenlijk de effecten, de motieven nog nagelaten. Er ontbreekt een visie, althans we hebben behoefte aan een visie, dat hoor ik ook verschillende inleiders zeggen.
Ik hoor gelukkig ook termen als uitdagingen en kansen en creatieve oplossingen. Die nemen we ook mee. Heel hartelijk dank dat u ons op deze manier heeft willen helpen bij de voorbereiding van het begrotingsdebat op 16 december. En nadat ik deze bijeenkomst formeel heb afgesloten, ga ik u daarvoor nog een klein presentje overhandigen. En natuurlijk ook alle belangstellenden en iedereen die heeft meegeluisterd en meegekeken. Heel hartelijk dank. Het wordt vervolgd. Dank u wel.